wat erg allemaal dit. Vreselijk. Ja, is dat het? Ja, nou, om dit zelf allemaal te horen. Ja, ja, ja. Die spanning die droeg wel bij aan de manier waarop je programma maakte. Het is niet gezond voor mensen als ik om heel veel op tv te zijn, denk ik. Ik werd toch een beetje paranoia ervan. Jullie doen je best, maar het is het net niet. Dit is The Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Met in elke aflevering een gast uit de radio- of tv-wereld. Hier zijn uw podcasthosts, Patrick en Peter. Welkom bij een nieuw seizoen van The Broadcast. En in deze eerste aflevering van seizoen 4 hebben we meteen een radiogrootheid te gast. Onze gast werd geboren op 2 mei 1960 in de mediahoofdstad van Nederland, Hilversum. In dezelfde periode als dat onze gast de wereld kwam en last had van buikrampjes, nam Elvis Presley in de Sun Studio in Memphis, Tennessee deze hit op. I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you. Onze gast wilde eigenlijk striptekenaar of leraar worden. Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes! Behalve jij! Tot hij in 1983 bij de Piraat City Radio de smaak van het radiomaken te pakken kreeg. De hobby werd zijn droom. Hij moest en zou in Hilversum bij een omroep belanden. Ondanks dat hij later ook nog wel eens bij zichzelf dacht. Ik vind het nog steeds wonderlijk om achter een microfoon te staan. En af en toe vraag ik me nog steeds wel eens af wat ik er eigenlijk sta te doen. Nou, zolang de luisteraar dat niet denkt, is er niks aan de hand, toch? In 1985 komt zijn grote droom uit. Hij gaat werken voor Radio 3, voor de AVRO om precies te zijn. Maakt onder andere daar het programma Het Stenen Tijdperk en De Baas van de Week. In 1997 stapt hij over van Radio 3 naar Radio 2. Hij is daar 4 jaar lang te horen als presentator van Thuis op 2. En vanaf 2001 maakt hij dagelijks tussen 2 en 5 het programma Schiffers.fm. Ja, ondanks dat onze gast honkvast is, maakt hij in 2017 toch nog een overstap. Dit keer naar NPO Radio 5, waar hij tot op de dag van vandaag, elke werkdag tussen 9 en 12, het legendarische radioprogramma De Arbeidsvitamine presenteert. Naast radiomaken heeft hij ook veel voor tv gedaan. Wat dacht je van het legendarische Fort Boyard? Je weet wel, met die kleine mensen, die tovenaar en die toren en die tijgers die de schat bewaakten. Oh ja, en die o zo bekende tune. Ja, de televisie is leuk hoor, maar is het nou net zo leuk als radio? Maar televisie is niet zo leuk als radio. Want radio is veel meer één op één. En zoals ik nu tegen jou zit te praten, zo voelt radio ook altijd eigenlijk heel goed. Het is gewoon lekker persoonlijk. Ja, lekker persoonlijk. Daar zijn wij ook van hier bij de Broadcast. Hij heeft zelf heel veel muziek de ether in geslingerd al die jaren. Maar wist je dat hij zelf ook een aardig mopje kon zingen? Zoals hier, met zijn AVRO-collega's. Met een dag en sterren zwart, zijn we thuis in ieder huis. We zijn er voor. Ja, dankjewel. Genoeg jongens. We gaan met onze gast zijn gehele loopbaan doornemen. En vooral het stukje radio maken. Waar hij trouwens laatst nog dit over zei. Het is eigenlijk het allermooiste vak ter wereld. Vooral als je, net als ik, van muziek houdt. Nou, of hij daar nog steeds zo over denkt, gaan we aan hem vragen. Broadcastvrienden, laat je horen voor radioheld Hans Schippers. Nou zeg. Ja, ja, ja. Welkom, ja. Hans. Het klopt, inclusief die buikkrampjes. Ja, ja. Dat klopt. Goed gegokt. Ja, nou ja, in 3 minuten. Normaal doen we er 2 uur over, maar het kan ook gewoon in 3 minuten wat dat betreft. Ja, heel goed, ja. Zijn we meteen klaar. Ja, ja. Hans, ja, dit is het eigenlijk. Ja, ja. Volgens mij is alles verteld. Dankjewel, Hans. In een notendop. Ja, Hans, welkom bij de Broadcast. Ja. Eigenlijk moet jij welkom zeggen, want we zitten bij Avro Tros. Jouw werkgever, wat we net al hoorden, sinds 1985. En we zitten ook nog eens in de Sterren NL studio. Beschrijf hem eens. Nou ja, we zitten hier. Ja, het is echt een waanzin. Het is niet alleen een radiostudio, maar we zitten gewoon in een hele mooie bruine kroeg. In de Sterren NL bruine kroeg. Ik denk aan de bar ook. Ongeveer elke Nederlandse artiest die wel een keer aan de bar heeft gestaan. En wij nemen er nu op. Ja, het is een mooie locatie wat dat betreft. Ja, een iconische locatie inderdaad. Kijk maar naar de foto's aan de muren. Iedereen is hier wel geweest die in het Nederlands iets te vertellen heeft. Ja. En ik ben hier ook niet zo heel vaak. Dus voor mij is het
ook wel een leuke ontmoeting met deze ruimte. Ja, nou ja, goed. Het is in ieder geval goed op zijn plek, want een radiostudio. Dus hartstikke mooi om daar dat op te bouwen wat dat betreft. Je gaf net al even buiten de show om. Je hebt al iets gehoord. We gaan het in dit seizoen ietsjes anders doen. Je hebt een mooie staat van dienst natuurlijk hier bij Avrotros, Radio 5, Radio 2, noem het allemaal maar op. Gaan we allemaal aantikken. Het iets andere is in ieder geval in dit seizoen, de eerste aflevering van het vierde seizoen, dat we 6 kaarten hebben. We hebben zogenaamde broadcasts, ook even voor de vaste luisteraars, om dat nog even een beetje uit te leggen. Ze liggen hier op tafel of hier eigenlijk op de bar. Op de bar. Er staan gespreksonderwerpen die betrekking hebben op jouw loopbaan. Dat staat er eigenlijk op. We hebben ze geschud, dus het kan zijn dat we niet beginnen bij het begin. Zoals te doen gebruikelijk, maar halverwege bijvoorbeeld. Dat gaan we allemaal zien. Oh, daar hou ik van. Ja, heel leuk. Dus het kan zomaar zijn dat we bij Radio 5 beginnen bijvoorbeeld. We gaan in ieder geval proberen alles wat je gedaan hebt aan te tikken. Het is de bedoeling dat we in gesprek gaan natuurlijk over het onderwerp wat er op de kaart staat. En als je een kaart hebt gepakt, loop dan vooral leeg over datgene wat er op, op de kaart staat. Spannend. Bij sommige broadcasts hoort natuurlijk ook een audiofragment. We hebben ook diverse fragmenten meegenomen. Als dat zo is, dan beginnen we natuurlijk ook even met het fragment. Ik denk dat dat dan een beetje is, hè? Ik vind het nu al zeer goed voorbereid allemaal. Er liggen hier inderdaad kaartjes voor mij waarvan ik geen idee heb wat erop staat. Precies. Nee. Dus waarschijnlijk is heel veel wat erop staat bekend terrein. Want het is voor een groot gedeelte de loopbaan. Dat hoop ik wel. Dus dat komt vast wel goed. Ja. We gaan het zien. Ik kan bijna niet wachten. Laten we van start gaan. Draai de eerste om. De eerste omdraaien? Oké, goed. Het is een mooi blauw kaartje. Er staat de broadcast podcast op en ik draai hem om en staat... Avro Radio 3, 85, 97. Heb je een audiofragment erbij? Zeker weten. Komt ie aan. Goedenavond. De 44ste Ones werd in gang gezet door de stem van... je hoorde het Jim Croce met een eigen compositie. Bad Bad Leroy Brown. Het ging over een oude kennis uit zijn militaire diensttijd... bij de verbindingstroepen. Die Jim Croce was een typische singer en songwriter... maar wel met een geheel eigen manier van gitaarspelen. Dat was niet helemaal vrijwillig, maar omdat hij een van zijn vingers niet goed kon gebruiken. Die had hij namelijk ooit eens met een voorhamer platgeslagen. En ja, dat komt je techniek niet ten goede. Hans Schiffer, jouw beste maandag. Het is 10:10, je luistert naar Broodje Met. Onze gast vandaag is Gerard Joling. En we zitten eigenlijk al zo'n 20 minuten met elkaar te praten over van alles en nog wat. En we eindigden daar straks bij No More Boleros. Het best beluisterde radioprogramma van Nederland verovert Europa. Arbeidsvitamine is deze zomer in heel Europa te beluisteren. En in Zuid-Europa zijn we zelfs te zien. Luister elke werkdag naar Radio 3FM of naar de Wereldomroep op de Korte Golf en Astra-satelliet. Doe mee met het letterspel Zoek de Zin op. En hou daarvoor de Afrobus in de gaten die deze zomer door heel Europa rijdt. Mag ik hem afkondigen? Ja. Grandioos, grandioos. Someone that I used to love van Barbara Streisand. Mijn grote favoriete zangeres. Schitterend, schitterend. Het past eigenlijk hier ook om te zeggen dat we nog maar 3 weken dit programma zullen maken, mijn moeder en ik. Snik, hè? Want dan neemt een andere presentator het allemaal over, tussen 6 en 9. Maar als je hoort wat voor een fantastische aanbieding mijn moeder heeft gehad inmiddels... Nee, nog niet vertellen. Nog niks? Nee, nog even. Ik wil nog even voor mezelf koesteren. Nee, even stil nog. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat de vut naar haar lokt. Nee, want het is toch lang niet zo. Nee hoor. 7 minuten voor half 7. Slam it! Yes, oké, okay, right on. God, erg allemaal dit. Vreselijk. Ja, is dat het? Ja, om dit zelf allemaal te horen. Ja. Wat een periode pakken jullie hier uit, zeg. Ja, 85, 97, dat is dus gewoon mijn hele Radio 3-tijd, hè. Dit, ja. Dat zijn jaren, zeg, dit. Ongelooflijk. Het was een kleine greep. Het is een kleine greep, ja. Maar... mijn moeder valt daar natuurlijk heel erg in op. Want dat was wel de grote truc die ik uithaalde toen op de radio. Je moet ik geloofde niet dat iemand nog weet wat verticale programmering was. Maar dat was er toen. Dus ik maakte onderdeel uit van de Avro Maandag. Nou, daar zaten we al met een DJ-team met Rick van Veldhuizen, Robin Albers, Bas Westerweel, Meta de Vries, Krijn Torringa en ik ergens in de ochtend. Avro Maandag, Radio 3. Maandag. De week wordt wakker. De maandagochtend brengt de week weer in beweging. Avro Radio kent de maandag als geen ander en dat hoor je op Avro 3. Een hele dag muziek voor iedereen. Noodgeval. Goedemorgen politieagenten. Hoe is het met u? Het is 5:05. Zometeen. Kenny Rogers, Kim Carnes en James Ingram.
Een drietal tezamen. Nou. Terug naar de muziek van toen. Niet zo vreselijk ver terug. 1982. The Happy Children van B. Lion. Nou, en dan zijn we op dit moment nog... Ook vanavond hier een aantal fijne gedichten. Ook op maandag is Avro Radio volop in beweging. En maakt van de maandag een goede maandag. Goede maandag, Avro Maandag. Op 3. Nou, die hele ploeg die deed alleen op maandag duty. En op dinsdag had je dan de VARA dinsdag. Dat je, woensdag had je weer de VPRO en de EO. Donderdag had je de Tros en vrijdag dan Veronica, hè, met die volle vrijdag. Daar waren we allemaal trouwens jaloers op, want die hadden de beste dag. En dat klonk het lekkerst en dat was gewoon, dat was Koningsballen Radio. En maandag hadden we de pech op maandag te zitten. Dus iedere week begint dan met maandag. En ik had als ochtend-dj natuurlijk helemaal nog geen uren op mijn naam staan, echt. Dus ik heb ontzettend zitten knokken om ten opzichte van Felix Meurders op dinsdag, Jeroen van Inkel op vrijdag, de Tros Havermout Show op donderdag, een geluid te vormen en te ontdekken. En mezelf als personality, of als wat je dan wat van je verwacht wordt, om neer te zetten. Ik was heel blij dat mijn moeder kwam. Want mijn moeder was een goede greep, omdat het een soort karikatuur was. Welke discjockey neemt zijn moeder mee naar de studio? Dan ben je echt... Dat is uniek. DJ's waren snelle jongens, geld verdienen, grote auto's. En die moeder van mij, die zat best wel... hier, ja. In mijn hart. Ja, tuurlijk. Dus het feit dat zij mee wilde naar de studio en dat zij in gebroken Engels titels af kon kondigen als Stuck in the Middle with You en Everyone's Agreed that Everything will turn out fine, dat vond ik gewoon al een spannende gedachte. Nou, daar kwamen dan die roddelbladen bij die ze dan kon bespreken op maandagochtend. En dat was me een hit in één keer. Dus, het was ineens heel leuk om te ontdekken dat je als Hans Schiffers met zijn moeder een soort factor werd. Dus dat ik op die maandag gewoon even iets bedacht had wat heel erg scoorde. Ja. En heel controversieel was. Want vergis je ook niet in de kracht van de Steen en Been Show en de Klaagbox. Waarin zij wekelijks natuurlijk voor van alles werd uitgemaakt. Wat mij dan niet trof, maar ik hoef daar alleen maar te troosten. En dan was het goed. Ja, dus wel bijzonder, ja. Ja, heel bijzonder. Ja. Ik geloof ik wel de eerste ben geweest die zo'n truc heeft uitgehaald. Later waren er meer discjockeys die hun moeder er wel eens bij haalden van de telefoon hadden. Maar het klikte heel goed tussen ons. En ik wist dat zij het hele dossier Rob de Nijs en Erik de Zwart en al die types in de roddelbladen volgden. Dus het was voor mij ook heel erg leuk om dat te doen. Maar er was geen link daarvoor al met je moeder in radio? Dit kwam gewoon in je op? Nou, nee, bij de Piraat. Maar toen deed ze de televisieprogramma. Dan ging ze naar de Vaartweg, waar we die studio hadden staan van City Radio. City Radio, zoals jullie zeiden. Ja. En dan kwam ze de televisieprogramma's van die avond voorlezen. Dus eigenlijk was het Bas Westerwil die toen zei tegen mij van... waarom vraag je je moeder niet in dat vroege uur daar tussen 6 en 7? En dan laat je er ook nog iets doen voor 8:30. Nou, zo is dat geboren toen. Dit is wel... Dus nu je dit allemaal zo laat horen... want er zijn natuurlijk veel meer dingen over die Radio 3 tijd te vertellen... is dat wel echt... het meest aansprekende wat ik bijna gedaan heb in die tijd. Ja, want hoe ben je bij de AVRO terechtgekomen eigenlijk, in eerste instantie? Nou, ik wilde striptekenaar worden, dat klopt. Ik ben toen via mijn zwager, die had toen een keer een lijntje ergens getrokken. En toen kwamen we 2 straten verder met een soort piraatje wat hij dan snel in elkaar gezet had. En toen dacht ik van, wow, dit is fantastisch. Wat hier. Ik zat achter een microfoon en toen ben ik bij de Piraat in Hilversum gekomen. En eigenlijk na 2 jaar... Ik werkte toen bij de VARA. Ik bracht de post daar rond. En via de VARA ben ik eigenlijk gaan proberen of ik daar kon werken. Later bij Veronica, om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk is het bij de AVRO gelukt. Dus ik ben een late instapper. Veel DJ's die zijn op hun 15e of 16e al bezig. Maar ik was betrekkelijk laat. Op mijn 23e eigenlijk ben ik pas achter de microfoon gekropen. Ja. En ik had het geluk dat de AVRO en ik wel iets hadden. Ik bedoel, ik ben natuurlijk een serieuze jongen eigenlijk voor de radio. Ik heb altijd wel heel veel graag inhoud in mijn programma willen hebben. En de AVRO is ook een omroep waar je inhoudelijk goed terechtkomt. Dus zo ben ik bij de AVRO terechtgekomen. Door Jan Steeman eigenlijk toen. Ja. Die zei van nou, kom maar, ik heb een ochtendprogramma misschien wel voor je. Het was een behoorlijke heldhaftige daad van hem, ja. Nou, dus gelijk 's ochtends ook begonnen. Nou ja, eerst deed ik De Zwevende Hemel van Birgit Ganser. Dat zegt jullie waarschijnlijk niks, maar dat was toen een AVRO-radiodame van een jonge leeftijd. En die maakte toen op Hilversum 3 s'avonds een programma. Dat heb ik wel eens waargenomen voor haar. En toen ben ik eigenlijk naar Jan Steeman toe gegaan. Die zei, nou, blijf maar een beetje om me heen hangen, want misschien heb ik al een keer een plekje voor je. Nou, Cas van Iersel was toen de grote man bij de AVRO op maandag. Maar die had ook al een middagprogramma, wat later Rick van Veldhuizen is gaan doen. En hij
deed ook drive-in shows. En hij was voor top op televisie op een gegeven moment gevraagd. Dus hij deed te veel. Toen zei Jan, ja, ik denk dat ik wel een ochtendplek voor je heb. Maar ja, dat was wel tussen 7 en 9 toen nog. Elke maandag. Dus het was wel een vuurdoop. Ja. Ik kan me die eerste uitzending nog heel goed herinneren dat ik echt daar dat de ster voorbij kwam. Die duurde wel, het leek wel 7 minuten te duren. En dan daarna zit je achter die DJ-tafel, die oude tafel nog op het muziekpaviljoen. En dan zit je echt te wachten tot de ster is afgelopen. En dan moet je het knopje indrukken. Trillende handjes. Ja, trillende handjes. En dan denk je, oh gosh. En je stem klinkt te hoog. En alles wat je fout kan doen, dat ging naar mijn idee fout. Overigens valt het mee, als ik het terug hoor, denk van, nou, ik had ze nog best wel, ik had het goed voorbereid. Maar het is een, ik vond het moeilijk om tussen al die DJ's en het wereldje, om daar te komen en mezelf te ontdekken. Het is toch een wereld waarin je jezelf meteen moet bewijzen. Dat was toen ook wel zo, want er luisterde 1 miljoen in publiek naar Radio 3. Dus ik vond het lastig om een positie te kiezen. Vandaar dat ik dus ook zo blij was later, toen ik met die moeder en dat ochtendprogramma en de baas van de week, wat inmiddels ook toch wel een hit was geworden, dat ik me een beetje kon manifesteren op die maandag. Dus, en van daaruit ja, is de rest gegroeid. Nou ja, je hoorde net inderdaad Once. Er was een serie in het stenen tijdperk. Ja, hè? Klopt, ja. Een ja. Broodje met. Nou, Gerard Joling was daar toen te gast. Arbeidsvitamine, de baas van de week, dus samen met je moeder. Ja. Maar pik er eens iets uit. Wat nou, Broodje Met vond ik een heel slecht programma. Dat was, toen kwam Luc van Rooij kwam naar de ochtend. Als jullie dat zegt nog. Dat was toen, ja, zeker. Echt, ja. Luc van Rooij was een beetje een Leo van de Groot-achtige jongen. Toen moest ik naar de middag. Want Krijn Torringa was er inmiddels. Bas Westil had daar ook gezeten. Toen kwam ik op de middag te zitten in een middagprogramma. Dat is een lunchshow. Dan moet je ook weer. Toen heb ik een spelletje verzonnen waarbij je moest raden wie er in de studio zat. Beetje afgekeken van de VARA. En toen kwam ik daar met Gerard Joling de ene week. De andere week met GBA Hilterman. De andere week weer met Carrie Tefsen. En die mensen moest raden wie er in de studio zat. Dus dan moest ik gesprekken voeren op de middag. Die ook nog ergens over moesten gaan. Of een beetje leuk waren. Dat was wel een lastig programma. Maar goed, lang heeft dat niet geduurd, dat Broodje Met. Want toen kwam de samenwerking met KRO en NCRV. Toen werden we voorzichtig horizontaal, 3 dagen in de week. En dat is mijn periode geweest waarin ik de arbeidsvitamine daarna mee ga doen. Ja, ja. En de arbeidsvitamine is wel goed hoor, dat mij gebeurde. Want ik heb 11 jaar op 3 gezeten. En die arbeidsvitamine was wel een veilig bastion uiteindelijk. Om toch mijn Radio 3 carrière nog een beetje jong en levendig af te sluiten. En dat was best wel een heel veel beluisterd programma met meer dan miljoen luisteraars. Ja, ja, ja. Legendarisch natuurlijk wat dat betreft. En vooral natuurlijk in die tijd, toch? Want Radio 3, goed, het heeft een hele andere positie. Radio heeft een iets andere positie natuurlijk inmiddels dan in die tijd. Maar wat je net zei, miljoenen publiek natuurlijk. Ja, echt een miljoenen publiek. En ik weet nog dat we daar, ik ontmoette doen ook weer. Want je komt heel veel mensen tegen in de loop van je carrière. Iedereen die raakt elkaar even aan. Je werkt samen en met de een heb je grote herrie en de ander is je grote vriend. En met jou de grote heb ik geleerd om eerst grote herrie te maken. En daarna werden we heel erg close. Omdat hij op die arbeidsvitamine kwam. Jaap de Groot is een NCRV-man. Ik was een AVRO-man. Ze hadden echt verschillende culturen hoor. Vergis je niet. En Jaap de Groot had een hele, laten we even plat zeggen, hele ordinaire smaak, vond ik. Ik kwam uit een progressief programma. Hij draaide de Goombay Dance Band met Sun of Jamaica, waar ik helemaal niet op zat te wachten. Maar toen ontdekte ik wel dat Jaap de Groot ook juist vanuit die platheid, zeg maar, ook. Ik ontdekte wel hoe leuk muziek is. Als je daarna bijvoorbeeld een gitaarplaat draait. En dus daar heb ik geleerd wat ik nu ook nog steeds zo leuk vind in muziek. Die contrasten. Ja. Dus toen kwam ik ineens achter dat André Hazes met de Vlieger. En daarna, het kon allemaal heel. Het kon niet gekker genoeg hoor. Ik kon de Rage Against the Machine met Killing in the Name of draaien. Of openen met Guns N' Roses en Paradise City. Dat was toen het toenmalige Radio 3. Ja. En die arbeidsvitamine, jongen, je vloog in je koptelefoon van het ene naar het andere. En het was één grote, orgastisch genoegen was. 3 uur lang. Nou, dat komt ook door Jaap de Groot, die ook het vermogen had om gewoon alles tegen elkaar te zetten. Contrasten, contrasten, contrasten. Ja. En toen ben ik echt van muziek gaan houden. Echt. Omdat ik dacht van, wat gebeurt hier allemaal? Weet je? Ja. Het komt van binnenuit. Je moet er iets mee als presentator. Het is jouw fout als het niet goed klinkt.
Dus dan moet je echt ook, je moet jezelf helemaal herscheppen. Dat vond ik een hele goede periode eigenlijk. Dat was eigenlijk waar het allemaal een beetje op zijn plek viel. Dus eigenlijk die ochtendshow en dat broodje met, dat was allemaal nog een beetje zoeken. En het startte natuurlijk inderdaad met een trillende vingertje. En op een gegeven moment viel het een beetje... Je, als je het heel simpel zegt, is het gewoon van één dag in de week ontzettende best doen om bij het miljoenen publiek in de gratie te vallen. Ja. Tot aan horizontaal programmeren. Elke werkdag arbeidsvitamine. Ik vond het toch best gek om te merken dat ik iedere dag uitzenden eigenlijk heel leuk vond. Terwijl ik altijd dacht van... Na een week heb je toch alles wel een beetje gezegd. Of na een paar dagen elke dag radio maken. Want dan ben je leeg volgens mij. Want omgekeerd was het geval. Die ene dag in de week dat je dan radio kon maken. Met alle gevaar van dien, zeg maar. Ja. Dat bleek veel lastiger dan dat je iedere dag lekker op die radio zit. En dat je je ding mag doen, zeg maar. Ja, omdat je er dan weer helemaal soort van in moet komen of zo. Dat je niet echt in een ritme zit misschien. Voor een luisteraar is het... Ik denk dat die tijd van Radio 3 toen is verschrikkelijk geweest voor de luisteraars. Ik heb altijd nog het idee dat daar Sky Radio uit is ontstaan. Al die 100 discjockeys die maar hun best zaten te doen, weet je wel, op Radio 3. Ja. Ja. Maar maakte jou dat ook een betere discjockey als je dagelijks radio maakt? Vind je ik vond van wel. Ik vond mezelf helemaal geen... Als je dit dus laat horen ook, wat we net hoorden, dan zit ik er toch met enige gêne naar te luisteren. Omdat ik hoor zoveel dingen waar ik nu mezelf op af zou strepen. Van dat is niet, dat klopt niet en dat niet. En die toon en daar zit te veel galm onder. En, die galm en dat ademhappen en die ademtechniek. En, en ook dat vlakken. Ik merk nu dat ik veel meer... Dat is ook een kenmerk van dagelijks radiomaken. Je wordt gewoon jezelf. Je kunt bij jezelf zijn. Ja. En dat was toen... Je speelde toch ook maar een rol eigenlijk. Je had geen andere keus. Want je zat er 2 uur of 3 uur op die radio. En dan moet je maar gewoon ontzettend je best doen om er doorheen te komen. Daarom was Jeroen van Inkel was ook zo'n held toen. Weet je? Dat in die tijd leerde ik wel van hij klinkt Amerikaans. Hij schuift goed. Hij heeft een fantastische stem. Zijn fantasie is op orde. Alles klopte bij hem. Dat was echt een DJ, vond ik toen, om jaloers op te zijn. Dat wilden we allemaal wel zijn. Maar ja, die had wel Veronica achter zich. En die Veronica-school was natuurlijk gewoon toch, hoe dan ook, vond ik geweldig. En bij de AVRO hadden we altijd te maken met het simpele gegeven dat als de pluggers kwamen, dat de directie van de AVRO op de AVRO-vleugel op de 3e etage van de Schravenlandseweg, ze allemaal riepen van, scharrie, marrie, allemaal hier op de gang. Ja. En dat waren dan de mensen waar wij mee onderhandelden. Maar het was een hele laag met Wiebo van der Lindes. Ja. Niks ten onrechte van die mensen. Maar het was een keurige omroep. Waar ik natuurlijk in eerste instantie voor gekozen had. Maar voor het rock'n'roll werk op de radio was het lastig om bij de AVRO te werken. Maar dat was in die tijd wel veel meer dan nu, toch? Met inderdaad al die omroepen. Die die cultuur zit er soort van nog wel in. Maar wel op een mindere manier of zo, toch? Zeker. Ik sprak laatst ook Erik de Zwart. Die zei, we zagen elkaar nooit. Nee, dat klopt. Ik zag jou in de filmotheek af en toe. Maar je was als kastelen, of hoe noem je het, schepen in de nacht, passeerde je elkaar. En dan stond je te kijken naar hoe... vrijdag Bart van Leeuwen zijn plaatjes ging halen bij de fonotheek Bali. Maar ik kwam daar niet in de buurt om te vragen, god Bart, hoe is het? Want het waren echt verschillende werelden. Ja. Ja, heel gek. Maar werd er van de ene omroep ook neergekeken op bijvoorbeeld andere omroepen door DJ's? Ja? Zeker, er was een hiërarchie. Ik heb altijd het idee dat ik dat heel goed uit kan tekenen nog. Omdat wij op maandag hadden we natuurlijk wel ook goede luistercijfers. Hè. We waren toch wel een commerciële dag eigenlijk ook met veel hits. Nou, je had de VARA dinsdag, dat was toch een wat meer elitaire dag, hoewel dat later ook veranderd is, hoor, met de komst van Peter Holland op de ochtend en zo. En dan had je, vrijdag stond dan bovenaan, Tros was ook wel, ze hadden een goed DJ-team. Maar ja, goed, wat in het weekend gebeurde met de NCRV zaterdag en met de KRO zondag, had ik ook niet zo heel veel mee. Dus dat, op de een of andere manier was er een soort pikorde ontstaan, waarbij je merkte van, oké, wij staan hier, Jos van Bergen, Henegouwen, God hebben zijn ziel, die mooie stem van Veronica riep wel eens van... Jullie doen je best, maar het is het net niet, zei hij dan. Daar krenkte hij me helemaal mee. Ja, en dat was op dat moment... Ik wist dat hij gelijk had, want het klopte wel, weet je. Het was toch... hoe maak je popradio? Dat is dat als er zoveel parochies in die studio zitten wekelijks... en in die omroepen verschieten elke dag van kleur... dan is het heel lastig om daar je aan op te trekken. Ja. Dus ik vond het wel... Je maakt er wel onderdeel uit van een enorm... bouwwerk, zeg maar, waar van alles in gebeurde. Arme luisteraars. Ja, nou ja, dat lijkt me best wel lastig. Want je moet je veel spiegelen natuurlijk. En jullie noemden net al aan Erik de Zwart, Jeroen van Inkel. Zijn er ook DJ's waar je dan inderdaad veel
dingen van soort afkeek of van leerde of juist niet? Of... Ja. Op een gegeven moment moest je natuurlijk een soort stijl ontwikkelen. Ja, maar die had ik wel ontwikkeld bij de Piraat, hoor. Bij City Radio en daarvoor bij Barracuda had ik wel al mijn eerste strepen gemaakt. Anders kom je ook niet bij de omroep. Dus ik denk wel, ik ben wel een laatbloeier. Ik was 23 toen ik met radio begon. Dus op mijn 25e kwam ik toen bij de AVRO terecht. Ik was al een beetje met Birgit vertrouwd geraakt met inhoudelijk radio maken. Dus ik voelde me wel... Ja, nee, ik geloof niet dat ik veel voorbeelden in Hilversum had. Felix Meurders vond ik altijd een hele goede discjockey. Maar die was natuurlijk ook vrij en onverveerd en heel onafhankelijk. En die deed ook zijn eigen ding. Ja. Maar dat waren wel... En Frits Pits, dat waren gewoon grote namen allemaal. Ik geloof niet dat ik daar heel veel van heb gepikt of zo. Geen inspiratie uitgehaald. Nou, wel inspiratie, maar niet nagedaan. Nee, maar dat zou ook niet goed zijn. Nee, precies, nee. Je hebt gewoon je eigen... Je bent toch al bij jezelf gebleven, ondanks dat het toch een soort diepetje was, wat je ook net aangaf. Ja, als ik het terug hoor, denk ik van... Goh, wat mis ik een hoop vrijheid daar in mezelf, weet je. Dat hoor ik dan wel terug. Ja. Maar ik heb nooit... Hallo, je hebt een distokje. Ja. Dat heb ik altijd... Nee, verre van gebleven ben ik daarvan. Ja. Nou ja, dat was het wel een beetje in die tijd. Samen met die galm natuurlijk, wat dat betreft. Dus dat is echt wel heel anders nu. Hè. Het is inderdaad veel meer gewoon, ja... Zit er überhaupt nog galm op het mengpaneel? Nee. We hadden toen een Nief-compressor. Ik zat te bedenken waarom we zo slecht die galmknop beheersten daar bij het stenen tijdperk. Als ik dit hoor, denk je, jezus. Maar... Je zet hem ook uit volgens mij op een gegeven moment. Ja? Ja. Oh, je hoort in het begin galm en dat hoor je daarna niet meer. Even een paar seconden terug in de podcast. In de podcast, kan je het horen. Ja, precies. Nee, maar dat is, tijden veranderen, laten we het zo zeggen. Gelukkig, ja. Hoe kijk je naar het huidige 3FM als je dat vergelijkt met jouw tijd? Ja, nou ja, 3FM blijft een kindje, hoor. Ik kom natuurlijk, kijk, doe mijn ogen dicht en ik zit op 3 weer. Zo snel werkt dat. Dus ik zat er van de week naar te luisteren. En eigenlijk is het best fris. Want dan hoor ik weer allemaal muziek die ik normaal niet meer draai. En het blijft toch wel altijd een tik, hoor, als je op de radio zit. Je nieuwe muziek blijft altijd boeien, vind ik. Dus ik luisterde wel met frisse oren naar. En eigenlijk dacht ik van, waarom lukt het 3FM niet om gewoon weer iets te zijn of zo? Maar ja, dat heeft ook met deze tijd te maken, denk ik. Met het feit dat er zoveel keuzes en zoveel afleiding is voor jonge mensen. Om bij ons was de identificatie met muziek heel groot nog, hè, voor alle luisteraars. Dus we hebben gewoon een hele goede tijd meegemaakt. En nu is het gewoon veel moeilijker voor radio om... Zeker om jonge mensen te krijgen. En ik hoor ze allemaal ontzettend hun best doen. En ik vind het ook wel leuk om naar te luisteren zelf. Want dan hoor ik wel allemaal frisse gesprekjes met mensen die in een heel andere levensfase zitten dan ik. Maar ik vind het toch leuk om naar te luisteren. En ik hoor leuke muziek. Ik weet niet. Ik vind het moeilijk om er iets van te zeggen. Echt heel lastig. Maar ik zou het wel gunnen dat er weer een sterke publieke radiozender is voor de jongste groep. Ja, hoe dat... Ja, nou ja, het is allemaal een beetje opgeschoven natuurlijk. Hè. Radio 2, Radio 5 zijn denk ik het voorbeeld wat dat betreft. Maar het is wel... Het is zonde van het station natuurlijk. Ja, dat nou verdient, ja. Het verdient meer. Ik hoop dat het alsnog gaat gebeuren. Ja. Dat is iedere keer wat je hoopt als je hart ligt bij zo'n zender. Ja. Ja. De broadcast. Volgende podcast, Hans. Dit is, beginperiode, City Radio. Nou, kijk. Je hebt er al iets over gezegd. Ja, City Radio, we noemen het inderdaad volgens mij City Radio. Jij hebt er 2 jaar gezeten. 83 begon je er tot 85. Nou, toen natuurlijk naar de landelijke radio. Dit was natuurlijk een illegale radiozender. Ja, dat heerlijk. Is ook wel een bijzondere tijd, kan ik me zo voorstellen. We hebben geen fragment, hoor. Nee, dat is jammer, want ik vond mezelf daar wel grappig. Oké, dit kunnen we vinden. Heel erg zoekend was ik daar. Oh, wat was ik zoekend. Alles wat ik deed. City Radio was... Het is niet zo lang geweest, hoor. Het is maar van 83 tot 85 of zo, geloof ik, 2 jaar heb ik er gezeten. We hebben verschillende periodes gehad op de Vaartweg. Dat was de periode, maar ook op de... ik weet niet precies de eerste studio waar die stond. Maar ja, spannend was het. Je kon gepakt worden. De radiocontroledienst kon komen. En die spanning die droeg wel bij aan de manier waarop je programma maakte. Ik had wel een neiging om echt helemaal los te gaan. En mijn microfoon heel zachtjes open te zetten. En dan met alle platen onbedaarlijk mee te zingen. Gewoon altijd dat het stemmetje zat heel erg mijn stemmetjes te proberen en typetjes te maken. Het is de meest gekke periode die mensen van mij kennen op de radio. En
Ja, we hadden een zondagochtend katerspel bedacht. Pieter en ik. Pieter, de jongen die mij toen meesleepte in die radioperiode. En op zondagochtend deden we net alsof we ontzettend uit waren geweest. En bijna kotsend die studio in kwamen. En dan gingen we een spel spelen met mensen. En die belden we de deelnemers belden we dan op. En die moesten dan een cryptische zin van een top 40 plaat raden. En als ze dat niet lukte, dan hingen we de telefoon op. Het klonk toen, nu is het heel flauw, maar toen was het wel spannend ook, weet je wel. Nou, gesprek voorbij. En we draaiden hele progressieve muziek die ik bij de VARA altijd oppikte. Dus The Cure, de meest gekke platen kwamen allemaal voorbij. Echt een beetje een VARA-achtig programma waar ik misschien vandaan kwam toen in die tijd. Dus het was ook echt een stoer radioprogramma. En daar kregen we ontzettend veel respons op ook. We hebben toen echt een periode bovenaan die vaart weg, waren we echt een hele populaire radiozender. En ik voelde me ook echt helemaal on the top of my game daar. Ja, als ik nou ergens niet geïntimideerd was, was het daar, weet je. Ik zat gewoon echt helemaal als René van Dijk, want dat was de schuilnaam, zat ik daar dan gewoon radio te maken. En hoe ben je daar aangekomen aan die naam? Nou, dat is weer, voert je terug naar het piraatje waar ik begonnen ben, bij Barracuda. Dat was een piraat op de Professor Poelstraat in Hilversum. Ik noem de locaties er allemaal bij. Waar ze Nederlandstalige plaatjes draaiden. Dus de smartlappen. Een beetje echt een volkse zender. De telefoon stond roodgloeiend. Iedereen wilde een plaatje aanvragen daar. En dan had ook een Engelse afdeling. Een Engelstalige afdeling. En daar ben ik toen voor gevraagd. Daar heb ik echt mijn allereerste strepen leren kennen. Maar ik had nog een naam nodig. Want ja, als je ergens gepakt kunt worden, moet je vooral niet je eigen naam gebruiken. Dus die man die dat bestierde toen, die zei van, René, is dat René? René van Dijk? Nou, dat heb ik toen gedaan. Nou, René van Dijk was ik vanaf dat moment. Allemaal jingles ook. René van Dijk. Nou, dat soort dingen. En dat heeft 2 jaar lang geduurd. Er is wel op een hele vervelende manier toen een einde aan gekomen. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben, maar er was ook een familie van Dijk in Hilversum die toen niet heel erg best bekend stond. En toen is het op een wat vervelende manier is het allemaal tot een einde gekomen. Omdat men mij verwisselde. Ja. Dus het kan ook nog de andere kant eigenlijk op gaan als je een andere naam aanneemt, toch? Ja, dat was niet zo'n heel fijn. Nee. Het was niet zo'n fijne tijd. Toen zat ik wel al bij de VARA. En daar durfde ik natuurlijk, bij de VARA durfde ik niet te zeggen dat ik bij de Piraat zat. Ja. Dat was in die tijd nog een soort van een ding natuurlijk. Dat deed je niet. Dus ik was wel om me heen aan het kijken. En vanuit die beginperiode van City Radio kwam ook eigenlijk mijn nieuwsgierigheid om het gewoon eens een keer bij mijn eigen omroep te proberen. Ja. De VARA was toen wel een hele moeilijke zuil om jezelf bij aan te bieden, hoor. Want ze hadden toen ook een transitie met Jan Douwe Kroeske kwam toen. Dat was meer een presentator in die begintijd. Ja. Jack Spijkerman, cabaretier. VARA was een hele avontuurlijke zender toen voor dinsdag op 3. Die heel veel andere soorten mensen had. Dus de discjockey, die zochten ze nu toen niet echt. En ik denk dat ik daarom ook daar nooit bij de VARA aan de bak ben gekomen. Dat ze me toch een beetje te DJ-achtig vonden voor die tijd. Maar hoe kwam jij dan met die mensen, met de VARA en natuurlijk met de andere omroep bijvoorbeeld in gesprek? Ging dat met demootjes die je dan? Ja, ik heb een bandje gemaakt ooit. Toen was Willem van Beuzenkom was toen hoofd Radio 3 bij de VARA. Die VARA Radio Villa, daar bracht ik de post rond. Dus ik kende daar heel veel mensen. Ja. Dus ik was gewoon de 3 trappen op en daar zat Willem van Beuzenkom. Willem, mag ik een keer eventjes langskomen? Ja, dat is goed. Ja. Nou, dan schoorvoetend had ik inmiddels geleerd hoe ik mijn lesje moest roepen. Dus ik zit bij Piraat, wil je eens een keer luisteren? Dit is een bandje. Nou, daar kreeg ik toen ook van te horen van, ja, ze vonden het leuk, maar ook wat obligaat piraatachtig. Dat die twee woorden zijn me nog bijgebleven. Dus ik wist dat hem dat niet zou worden. Veronica trok toen al enorm. En ik heb toen bij Lex Harding ook gesolliciteerd. Ja. Ik heb gewoon een keertje een brief geschreven aan Marijke van der Veer. Toen ik niks op te horen kreeg, dat kenmerkt mij ook wel een beetje. Toen dacht ik van ja, ze moeten toch in ieder geval antwoord geven. Dus toen heb ik gebeld met Marijke van der Veer. Ik heb een brief gestuurd. Is daar iets mee gebeurd? Nou ja, via. En dan kom je uiteindelijk toch in gesprek als je blijft aanhouden. Nou, toen heb ik een keer met Lex Harding gesproken. En die had een beetje een houding van, iedereen kan wel zeggen dat ze DJ willen worden. En dat wil heel Nederland wel. Maar wat zou je dan willen? En die zat me een beetje uit te horen. Ja. Die had toen wel een aanbieding, geloof ik, om mij daar eventueel aan te nemen. Om spotjes te maken. Dat deed Peter Theekamp in die tijd daar ook, geloof ik. Ze waren wel bezig om A-omroep te worden. Dus dat was wel een omroep in beweging. Ze hadden wel mensen nodig. Alleen, ik kende ook Birgit via een jongen van City.
En Birgit werkte bij de AVRO. En dat heb ik ook toen nog wel eens een keer laten vallen dat ik het leuk zou vinden. En die deed wel haar best voor mij. Dus die jongen bij de Piraat bij ons, die moet je echt een keer laten komen. Nou ja. En toen de AVRO toehapte en ik daar dus zat, toen was het voor mij wel duidelijk dat ik bij Veronica misschien niet echt een hele grote naam zou kunnen worden. Ja. Past ook niet zo bij mij. Ik ben geen Veronica jongen, merkte ik. Dat kan ik nu makkelijk zeggen. Maar toen vond ik het wel als een soort van, ik moet wel even nadenken, waar hoor ik nou eigenlijk bij? Weet je wel, ik werk bij de VARA, dus daar heb ik wel mijn roet zitten. Bij de AVRO zou het ook wel kunnen lukken. En Veronica, ja, nee, het voelde toch niet alsof ik daar mijn grote sprong zou wagen. Wel mooi, dan heeft het zo moeten zijn, toch? Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat ik wel goed ben om uiteindelijk een keuze te maken waar ik dan ook echt later met tevredenheid terugkijk, die keuze heb gemaakt. Nou, wel mooi en bijzonder dat je al zo lang natuurlijk bij dezelfde omroep zit. Ja, dat is zeker bijzonder. Ik vind de AVRO nog steeds, en nu AVRO Tros trouwens, hè, laten we dat niet vergeten, daar zitten we nu. Het is het beste opleidingsinstituut dat ik ooit had kunnen hebben. Want wat heb ik daar een hoop gedaan? En wat heb ik toch eigenlijk ook een mogelijkheden gehad om volslagen andere dingen af en toe te proberen. Ik heb hersengymnastiek mogen doen. Het programma, het muziektheater heette met ik weet niet of het allemaal nog op die kaartjes moet, of het straks moet bespreken. Maar er zat zoveel mogelijkheden waren er om mezelf als presentator, discjockey, uit te proberen. Waardoor er heel veel kansen kwamen iedere keer. En de enige voorwaarde is dat als je dit doet en ik ben wat dat betreft altijd vasthoudend geweest in mijn missie om een goede discjockey presentator te worden, is dat je in ieder geval wel door blijft gaan. En dat je ook niet bang bent of niet heel erg verdrietig bent als er dingen uit je klauwen vallen, maar dat er gewoon wel weer iets anders voor terugkomt. Ja. En dat heb ik bij de AVRO altijd heel goed kunnen doen, denk ik. Ja. Wat is nou het allergrootste contrast tussen bijvoorbeeld zo'n illegale zender en die start eigenlijk bij echt het landelijke? Dat je de omroep waarvoor je werkt, dat die betekent, daar draag je verantwoordelijkheid voor. Ja. Bij de piraten hoef je nergens verantwoordelijkheid voor te dragen. Je kan gewoon doen wat je wil. Dat maakt allemaal niet uit. Ja. Je zet een gekke stem op of je dondert eens een keer naar beneden of zo. Niemand die je daarop afrekent. Maar bij de omroep heb je wel het idee van, oh, wacht even. Wij vertegenwoordigen iets binnen de samenleving. En daar moet je dan wel ook voor staan. Dat is wel iets wat je voelt als je daar. Dat is ook wat de allereerste uitzending op Radio 3 voor mij betekent. Weet je, je zet het knopje aan en dan, oeps. Ja, ik kan nu geen diepetje doen. Dat kan ik niet. Nee, dat kan ik niet. Nee. Beteugelen dus een beetje. Ja. En weet je nog het moment dat je dacht van, ja, ik wil bij die radio. Is dat echt al, ook al had je bijvoorbeeld zo'n zolderstudio vroeger of dat niet? Nee, het begon eigenlijk bij die illegale zenders. Het is nog steeds, na al die jaren, ik hoorde daar straks mezelf roepen dat ik nog steeds wel eens denk, wat sta ik hier nou eigenlijk te doen? Ja. Die existentiële momenten heb ik zo nu en dan nog steeds. Nou, je zat te knikken ook. Dat was wel grappig. Hoe kom ik hier? Hoe kwam ik hier? Zou dat de titel van mijn memoires kunnen zijn? Ja. Dat is wel waar. Dat heb ik nog steeds wel. Het is natuurlijk, ja, wat doe je? Je verplaatst lucht. Wat dat betreft relativeer ik ook het hele omroepwereldje ook heel sterk. Want wat doen we? Verkopen lucht, je entertaint mensen. Je kan het net zo goed ongelooflijk glorievol beschrijven van wat een fantastisch vak heb ik geleerd. Maar je kan ook zeggen van ik heb mazzel gehad dat ik hier zit. En meer is het ook niet. Ik zwem altijd tussen die twee uitersten in. Snap je? Aan de ene kant denk ik, oh, wat fantastisch dat ik dit doe elke dag. Of wat een zin heb ik nog steeds om de beste arbeidsvitamine van de dag te maken. Ja. Maar het is tegelijkertijd ook allemaal, gaat het over. Dan zie je het niet als werk, denk ik. Nee, dat is waar. Ik zie het niet als werk. Het is voor mij een echt zwaar uit de hand gelopen hobby. Ik had ook, dat is wel waar, ik had kunnen striptekenen. Ik had waarschijnlijk een hele mooie handtekening gekregen. Ook vaste hand. Ik heb ooit bij Martin Toonder met mijn vader gekeken in Nederoostenberg, in het kasteeltje daar, naar wat dan mijn helden waren. De striptekenaars die dus echt bezig waren om een deadline te halen. Ik wilde toen van alles. Ik wilde in die tijd ook nog naar de Rietveld Academie of om mezelf te onderwijzen. Maar ik zag die striptekenaars daar zitten. En dat was een heel raar moment dat ik eigenlijk keek naar de mensen die
mijn voorland hadden kunnen zijn. Zag die mensen allemaal met die kroontjespennen en in die Oost-Indische inkt, of waar ze toen mee tekenden, bezig om die mooie strips te tekenen. Ik was tegelijkertijd heel erg... ik was bewonderend in wat ze deden. Maar ik dacht ook van... dat je dus gewoon de hele dag alleen maar met je kop op dit papier zit. Wat maakt het voor mens? Of zo. Ik weet niet of ik die diepe gedachte had toen. Maar het was wel een soort van... Het schrok me ook af, weet je wel. Oh, is dat mijn toekomst? En ik denk dat ik op dat moment dat er iets geboren is van... ik moet iets anders of zo met mijn leven. Het niet die stripteken, ja, ja, ja. Dat is niet alles. Dat wordt het niet. En daar ben ik wel blij om. Ik heb mezelf, wat dat betreft, een enorme schop tegen mijn achterste gegeven. En vanuit een soort verlegenheid die ik van huis uit heb. Want ik denk dat mensen dat ook wel goed kunnen horen als je mij op de radio hoort. Vanuit die verlegenheid mezelf toch een leven heb geschonken. Waarin ik heel veel dingen mee ging maken of zo. Die voor mij spannend waren. Toch het podium op gegaan. Ergens het podium, ja. Precies, maar dat is gewoon knap als je dat dan zo kan. Als je toch... Van huis uit. Ik weet niet hoe jullie in deze wereld zijn terechtgekomen. Als jongens op zolderkamertjes discjockeys worden, zijn ze altijd ook een beetje gevormd door kleine foutjes. Er is altijd een vouw af, zei iemand ooit een keer van die discjockeys. Het is wel een raar volletje. Klopt. Achter de microfoon is het veilig. Je kan ook zeg maar het grotere podium zoeken. En dan zoek je de zaal of je gaat zingen of je bent artiest of je... Je bent op televisie, dat zijn allemaal dingen om je ook te manifesteren. Maar radio is dan toch altijd weer die veilige wereld waarbij je een grote kans hebt om jezelf te blijven of zo, denk ik. Ja. Nee? Ja, jawel. Ja, zeker. Ik denk het ook wel. Ik laat hem even bezinken, maar je hebt gelijk. Ja, mooi. Ja, ik denk dat we een hoop hebben behandeld. Of ik weet niet of we nog iets uit de beginperiode of van City wil benoemen. Nou ja, goed. Ik ben wel eens benieuwd om oude programma's terug te horen. Dat heb ik eigenlijk nooit meer gedaan. Niks op zolder liggen of ergens in een kast. In de ark bij mij beneden in het vooronder liggen nog bandjes. Maar ja, die cassettebandjes die laten zich ook niet zo makkelijk meer beluisteren. Dus. Nee, dat is niet zo heel makkelijk meer inderdaad. Eigenlijk zonde natuurlijk, want het is wel ook voor jezelf natuurlijk. Heel veel andere goud waard. Ik heb ze waarschijnlijk niet voor niks bewaard. Het waren waarschijnlijk geslaagde uitzendingen waar je op zet dat ze goed zijn. Dus misschien moet ik het ooit een keer horen. Maar maar... Het is ook weer gebakken lucht. Het is voorbij en dan en verder en door. Ja, dat is, dat is wel waar natuurlijk. Kijk voor meer info op thebroadcast.nl. Ja. Dat gaan we hier ook doen, toch? En ja, door. We gaan verder zeker. Je mag een nieuwe broadcast pakken. Dan krijgen we mijn favoriete onderwerp, televisieprogramma's. Kijk. Staat hier. Kijk. Nou, laat eens horen. Wat heb je bewaard? Ik wou zeggen, we hebben een fragment. Ja. Komt-ie aan. In de jaren 80 was nederpop hot. Doe maar, toontje lager, scoorde aan de lopende band hits. Maar daar was ineens in 1985 het muzikale epos Kronenburgpark van de Frank Boeien Groep. En op deze winterse regenachtige dag loop ik in het Kronenburgpark met Frank Boeien. Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Hi, David. Hi. Hi. Is this giving you a kick to do an interview just before the show? It's a thrill. Really? Yeah. You do that sort of thing off. I could accuse you of being the world's trendsetter number one for 20 years. You come here to play the interesting part of your life again, and after that, no more? Yeah, that's right. Well, of these songs, at least. Uh-huh. No more of these songs. Why? Because I want to... play other things. I don't want to play these songs again. Jullie zijn de winnaars. Yeah. En met jullie wil ik graag morgen verder spelen. De finale. Halen jullie 5000 gulden? Ik hoop het van harte. Ik hoop, dames en heren, dat u morgen dan ook kijkt. Naar Bokkel. Tussen 6:30. Tot dan. Ja, uiteindelijk toch uit die radiostudio, de tv-studio ingegaan. Hoe komt hij zo ver? Ja. Hoe is dat inderdaad gegaan? Of is dat kwam dat op je pad? Of? Ik zit even. Er zijn verschillende dingen die je liet horen. Hè? Topop zat erbij. Dit was in ieder geval het tv-interview met Frank Boeien voor de Top 2000. Fragment inderdaad uit Avro's Topop met David Bowie. En een fragment van de tv-quiz Boggle. Die in 1992 tot 1993 presenteerde. En je presenteerde inderdaad Boggle, de sleutels van Fort Boyard. En ook nog met Nens het Nationale Songfestival. Ja, dat zijn de wapenfeiten wel een beetje. Wat wil je weten? Hoe kwam ik er terecht?
ja, hoe kom je terecht bij televisie? Ik denk dat Top op het eerst is geweest. Want ja, ja, als je op de radio bent. We hadden toen een team met Bas Westerweel, Riek van Veldhuizen, Robin Albers en ik. We waren een beetje de jonge loten aan de stam. De ouderen waren dan Meta de Vries, Krijn Torringa. En Bas Westerweel ging Top op doen. Dat kwam toen twee keer in de week. En de tweede keer in de week was dan Top op Argogo. En dat mochten wij als jonge DJ's van drie mochten daar een rol spelen. Dus zo kwam ik toen voor het eerst achter de camera. Heb ik inderdaad David Bowie ook kunnen interviewen. Ja. Gilbert O'Sullivan, waren verschillende. We deden allemaal interviews. Rick van Veldhuizen interviewde Lisa Stansfield uit mijn hoofd. En Robin Albers ook zijn dingen. Dus we waren toen een beetje een speeltuin. Was dat. Er zat niet veel druk achter, hoor. Dat was gewoon. Ja, David Bowie is natuurlijk een hele mooie trofee. Daar ben ik heel trots op. Dat was natuurlijk wel een uniek moment. Want dankzij Ad Visser wilde hij tijd inruimen toen voor ons. Om vlak voor zijn concerten nog eventjes met Avro's Top op te praten. Want daar had hij heel veel aan te danken. Dus vandaar dat interview. En verder, ja, Boggle is een vloeide voort uit Fort Boyard weer. Bas Westerweel had toen, zo werkt dat dus. Hè? Bas Westerweel werd vader. Maar hij wilde wel bij de zwangerschap aanwezig zijn. Dus die kon toen niet in die periode. En toen hebben ze mij gevraagd. En toen kwam ik ineens in Frankrijk in een fort, een Napoleontisch fort te staan met twee Lilliputters, Lili door horloge en passepartout. Ja. En met een Belgische ploeg ook, want het was een heel duur programma om te maken. Het was een tijd ver vooruit. Eigenlijk is Fort Boyard echt een programma geweest dat nu pas echt aangeslagen zou kunnen zijn. Maar je moet je niet vergeten dat toen het uitgezonden werd, was het ook tussen 7 en 8 s'avonds. Het was mooi weer. Dus ik heb niet de heel beste herinneringen aan de hoge kijkcijfers van Fort Boyard. Maar het was natuurlijk heel stoer om gedaan te hebben. Ook dat programma was wel was een groot project. Met een Franse cameraploeg. En het was heel spannend om te doen met die kandidaten. En ik had dan een Nederlandse ploeg. En Alexandra Potvin, die had de Belgische ploeg. En zo wandelden we over dat fort heen. Maar ik hoefde me ook niet zoveel aan te trekken van de camera's, die volgden mij iedere keer in ons spannende spel. Dus nou ja, dat is mooi uitgezonden. En dan valt automatisch het volgende TV-project in je handen. En dat is dan Borrel, zou je dat willen doen. Want de KRO en de NCV en de KRO, die gingen dat met Avro maken. Dus Frank Kramer, die dienstgedeelte was voor de KRO. Dodi Apeldoorn, het NCV-gedeelte van Borrel. En dan hadden ze bij de Avro nog een hoofdtomatoot nodig die dan Borrel zou doen voor de Avro. Nou, dat weet ik dan. Ja. 185 afleveringen uit mijn hoofd. Vijf toch op een dag. Ja, toch flink. Vijf op een dag natuurlijk. Iedere keer een ander jasje. Ja. En smieren dat de kandidaten elke dag terugkwamen. Want, en zo'n spelletje lift je dan ineens op. Dan kom je elke dag tussen 6:30 en 7:30 kom je op tv. En dat maakt razendsnel een hele bekende Nederlander van je. Ja. Dus het was meteen ook, mijn radio dingen deden er niet meer toe. Ik hoorde op straat gewoon, hey Boggle. Hoe was dat? Was dat leuk? Of? Nou ja, hey Boggle. Ja, nee, het was nog veel erger trouwens. Want we waren bij de NCV toen in die tijd met station 3. En dan tussen de middag gingen we lunchen ook. Liepen we door de gang. En dan was net toevallig de uitzending met Tette Braak was afgelopen daar op de NCV Radio 2 of zo. En dan kwamen al die, het publiek kwam naar buiten. Het waren oudere dames. Ja, ja. En die riepen allemaal, en duwden mijn collega's duwden me zo naar voren. Hier is hij, hoor. Ja. Dan riepen ze, hey, Bokkelen, riepen ze dan. Oh, ja, en dan moest ik helemaal werden gevangen door een cordon van dames die allemaal, oh, leuk. Kijk, iedere dag. Nou ja, dat soort stomme dingen gebeurden allemaal. Dus ik heb er wel uit geleerd dat als je op televisie bent, watch out, want het is niet gezond voor mensen als ik om heel veel op tv te zijn, denk ik. Ik werd toch een beetje paranoia ervan. En ik vond het wel leuk, moet ik eerlijk zeggen, dat je ook met een zonnebril op de Kalverstraat in gaat op een gegeven moment om boodschappen te doen. Omdat je denkt, nou, anders herkennen ze me of zo. Ja. En maar ook die periode daarna dat het weer wegzakt en dat mensen er aankijken, dat je denkt dat ze je kennen. Ja, en dan zo'n lege blik, denk je, oh, dat is weer iemand die me herkent of zo. Dus dan heel langzaam zakt ook je bekendheid weer weg. Dan moet je daar ook weer mee afrekenen voor jezelf. Denk je, oh ja, het is afgelopen. Het is klaar. Het is klaar, weet je wel. Er komt geen vervolg dan weer. Toen ben ik weer radio gaan maken. Dus dit soort, ik vond het wel heel interessant om mee te maken. Maar het was ook wel een bizarre periode. En Rob Stender zei altijd van, dat jij de Borrel hebt gedaan. Daar snap ik helemaal niks van. Die kon het zich niet voorstellen. Het is heel, ja, heel technisch spel om te presenteren. Je staat daar echt, dat om en om spel moest gespeeld worden. En je moet 25 minuten en dan krijg je de slang. En dames en heren, staat u klaar, er komt de slang. 35, al die technische die dingen die erbij horen. En de spanningsboog van het programma moet je heel goed leren aanvoelen. Dus
Ik heb wel 185 afleveringen de kans gehad om dat spel mijn eigen te maken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar het is, het klinkt lastiger dan een introotje in voorpraten. Je neemt alles mee. Want ik stond achter van die schuimrubberen dobbelstenen. Die moesten dan weggeslagen worden. De tune klinkt. Ik had ook van Hein Boele en Judith Bos. Wat een goede docenten waren dat ook op dat gebied. Want die hebben me echt geleerd van gronden. Dat is belangrijk, gronden. Dus je staat op die trap en dan moet je gewoon echt je voeten voelen. Je kijkt even omhoog naar de studio, het studioplafond. En dan heb je jezelf in de hand, weet je. Dan sla je die stomme dobbelstenen er weg. Je gaat naar de trap en dan ga je vervolgens stukje voor beetje doe je je presentaties. Je kijkt eerst even naar de camera, goedenavond, dat u er bent. Nou, vervolgens ga je pas druk maken om de kandidaten. Dat moet je allemaal blokjes moet je daarvan maken. Dat zijn allemaal van die wederwaardigheden. Dat je als presentator, als DJ, denk je er helemaal niet aan. Maar zo'n programma is dan toch 25 minuten heel kostbaar. En er zit een hele zaal zit te klappen om de stomme eindjes van die dingen. Het is echt, maar nu ik erover vertel, vind ik het alweer leuk. Maar het was wel, het was hard werken was het. Ja, ja dat kan me wel voorstellen. Ja. Wat neem je uit zo'n radiostudio mee? Of datgene wat je op de radio doet bijvoorbeeld in zo'n tv-programma? Of zijn er überhaupt dingen? Of vrijheid om te praten, denk ik wel. Want dat vinden radiomensen zijn wel vaak goed voor televisieprogramma's. Omdat ze zichzelf goed kunnen, ze redden zich overal uit. Ik had nooit het idee dat ik om woorden verlegen zat. Alleen de terminologie moet je wel weer aanpassen. Ik zei toen ook een keertje per ongeluk tegen twee kandidaten die aan de borrelbak stonden en geld konden winnen. Dan moeten ze ook weer dobbelsteentjes werpen en een soort spelletje zit eromheen. En op een gegeven moment, als dat spel dan eindigt, dan riep ik van, oh, jammer, jullie zijn dood. Nou, dat is op televisie is dat verschrikkelijk om dat te zeggen. Dat kan helemaal niet. Dus ik kreeg meteen te horen van, dat mag je nooit meer zeggen dit, hoor. Nee. Wat jammer dat het voor jullie afgelopen is. Zo op die manier. Dus het was wel heel leerzaam ook om de terminologie die bij zo'n spel hoort goed eigen te maken. Ja, bizar eigenlijk. Ja, nou ja, het was inderdaad begin 90 dat je inderdaad op tv was. En nu, nou ja, zoveel jaren, wat is het, 30 jaar later. Ja. Hoe zou je zoiets nog willen op tv? Of is nou, het is goed dat het geëindigd is, hoor, voor mij. Want ik zou het ging best goed eigenlijk. Zeker na 160 keer. Dan heb je echt het idee van, nou, zit er goed in. Als je dan daarin verder gaat, dan zou je carrière een heel andere slinger hebben genomen. Dus ik zou dan een quizmaster geweest zijn. Of een soort lingo. Mr. Bokkelen. Mr. Bokkelen. Mr. Bokkelen was ik daar geweest. Mr. Bokkelen. Dus of dat nou heel erg goed voor mij was geweest. Ik heb al het idee dat, ja, televisie doet je ook hoge drama uit vliegen, hoor. Ik vind het wel, ik vind het een gevaarlijk medium. Maar dat zeg ik omdat ik een radioman ben en geen televisieman. Ja. Ik vind het ontzettend leuk om de tv te kijken. Ik zou zomergasten, als ik nu naar hoe heet hij? Theo Maas. Theo Maas zit te kijken en denk je, god, wat doet hij dat goed, zeg. Ja. Dat soort gesprekken. En wat een heerlijke rust zit er in zo'n programma. En wat een geduld om eens een keer te kijken wat er bij mensen gebeurt. Dat zijn wel dingen waar ik dan televisie mee zou willen maken. Maar ja, dat moet ook op je pad zitten en je wordt niet voor niks niet gevraagd of zo, denk ik altijd. Nou ja, je kan ook beter Mr. Arbeidsvitamine zijn dan Mr. Boggle misschien, toch? voor mij werkt dat in ieder geval wel, ja. Ja, toch? Ja, leuk. En strikt omheen, wat betreft de tv-programma's. Ja, zeker. De Broadcast Podcast. Nieuwe kaart, denk ik. Ja. Radio 2 en Radio 5. 97, nou, jullie nemen al tijdstappen, zeg. 97 tot heden. Wat wilt u hieruit horen? Nou ja, we gaan er nu inderdaad echt wel redelijk crisscross doorheen. Maar je hebt inderdaad natuurlijk vanaf 1997, want je ging eigenlijk van Radio 3 toe naar Radio 2. Voor dezelfde omroep natuurlijk. Voor de Afro, het was 1997, Radio 2. En vervolgens ben je overgestapt natuurlijk naar Radio 5, waar je nu nog steeds zit. Maar laten we beginnen met een fragment, denk ik, hè? Duizend van het millennium met Hans Schippers. Goedemiddag allemaal en de hartelijke kerstwensen op deze tweede kerstdag. De 2000 allermooiste platen van het millennium. Wat een feest om naar te luisteren en wat een feest om voor ons te maken. Een waardig afscheid ook van de 20e eeuw. Van u en mijn leven tot dusver. En ook van 19. Dat cijfer staat straks immers niet meer voor de jaartelling. De eeuw ook waarin popmuziek ontstond. En alles wat u de afgelopen 50 jaar op de radio hoorde, dat komt deze week weer een keer voorbij. Wat u mooi vond en wat u misschien helemaal
niet mooi vond. We hebben hier ongelooflijk veel zin in, dus we gaan snel naar de nummer 1752. En daar staat een Canadese zanger die niemand kende toen hij nog in de Poppy Family zong. Maar daar kwam een einde aan toen hij scoorde met een liedje van Jacques Brel dat vertaald werd door Rod McEwen in We Have Joy, We Have Fun, We Have Seasons in the Sun. Uit 1974. Hier is Terry Jacks. Eind vorig jaar vocht George Michael voor zijn leven. Een zeer ernstige longontsteking velde hem terwijl hij op tournee was door Europa. En met dit nummer bedankt hij iedereen die hem door de moeilijkste tijd van zijn leven heeft heen geholpen. En geloof het of niet, ik heb hem nu aan de telefoon. George Michael. Good evening, George Michael. Is it really you? Good evening, this is really me, yes. Oh, that's great. Okay. Great to have you with us tonight here on Radio 2. This is your new song, White Lights. It's meant as a thank you to all the fans who have supported you after you fought for your life in hospital last year. I'm pretty sure we all know what happened to you there. How are you? How do you feel? Oh, I feel great. I feel great. Never better. Never better. And how's your voice? The voice is doing great. I mean, I've been recording for the last 3 or 4 months. So the voice is warming up nicely. I'll be doing a lot of rehearsal before I go out on tour again, obviously, in September. Yes. But no, the voice is doing great. Sounds just the same. Met al zijn bijnamen creëerde zijn diep sonore stem zijn eigen keizerrijk. Waarin vleeselijke liefde de boventoon voerde. Het schijnt dat hij hier met de muziek bedoelt. You're the first, the last, my everything, de muziek. Maar ik kan me toch eigenlijk niks anders bedenken dan dat hij het over een mooie vrouw ging. Martin Prins zegt, als het over donkere stemmen gaat, zou ik daar ook mee beginnen, denk ik dan, als je het over Hans' stem hebt. Ik heb een paar dagen gezwegen en ik denk, nou, we moeten maar weer beginnen. Het is wel een beetje terug aan het keren weer. Dankjewel voor alle leuke apps die daarover binnenkomen. De postbezorgers van PostNL in Wormerland gaan we blij maken. Die hebben het vanmorgen voor het zeggen hier. In de leeftijd van 20 tot 80 inventariseerde Jannie Smit bij Alice, Andrea, Anita, Aukje, Dalia, Elise, Ivar, Elise, nog een keer een Elise dus, Jolanda, Jelle, Jordi, Mariska en Martina of ze zin hadden om hun favoriete nummers door te geven voor arbeidsvitamines. Ze kwamen dezelfde dag nog door met hun antwoord en dat leverde een lijstje op. En we houden die van de Inas-meisjes uit Koog aan de Zaan daar tegenaan, want Marianne de Vries laat weten dat ze in 1970 dezelfde opleiding volgden en nog altijd 2 keer per jaar een dag bij elkaar komen. Heel gezellig. Nu ze tegen de 70 lopen, beseffen ze dat deze vriendschap uniek is. We hebben allemaal 2 van onze favorieten opgeschreven. Al dus Marion. Ja, het laatste was een fragment van juli van dit jaar op en natuurlijk NPO Radio 5, arbeidsvitamine. We begonnen met de allereerste top 2000 in 1999. Ja, mooi. Ook wel heel grappig. Ja. En een fragment uit Schiffers.fm, het laatste interview op de Nederlandse radio met George Michael in 2012. Ja. Maar dat is, klinkt jou natuurlijk allemaal nog wel redelijk bekend, denk allemaal, ik. Allemaal, ja. Maar die top 2000, het was eigenlijk in eerste instantie natuurlijk echt zo voor het soort van het millennium, toch? Of de overgang. Dat is weer geschiedenis bijna, hè, natuurlijk. De overgang naar een nieuw millennium. Kees Toering had een slapeloze nacht. De zendercoördinator van Radio 2, die dacht, we moeten toch iets speciaals doen. Die ging alle omroepen bij elkaar roepen en begon bij Frits Spits. Die had sowieso al een grote stem in het kapittel. Hij zegt, Frits, wat denk je ervan als we 2000 platen gaan draaien vlak voordat het 2000 wordt? Nou, zei Frits, dat vind ik wel een mooi idee eigenlijk. En toen was het aan Kees Toering om de rest van de omroepen ook mee te krijgen. Een avond in Hotel Jan ter Bak is toen de eerste avond geweest waarop we allemaal werden voorgelicht hierover. En Frits Spits sprak memorabele woorden als het jaar 2000 is als een wit tapijt met sneeuw waar we nog geen stap in hebben gezet. En vergezichten schilderde hij voor deze nieuwe eeuw. En toen waren we eigenlijk allemaal wel om dat het heel mooi zou zijn om naar het jaar 2000 toe een 2000 parade te maken. Ja, dat was bij de een werd het heel enthousiast ontvangen. Dat leek mij meteen een mooi idee. Ja. En dat was de eerste top 2000. Wij gaan eruit met een caféhit. En ik hoop dat iedereen hier in het café meteen begrijpt wat er gebeuren moet. Namelijk dat die armen even van links naar rechts moeten. Want dit is Vader Abraham. Ja, het moet nu. De avondzon valt en, over straat. Ja, de rest is geschiedenis, maar zo is het begonnen. En het waren vooral ook platen die iedereen meenam in het hart. Dus niet die verkooptechnisch heel veel gedaan hadden, maar die vooral echt bij mensen leefden. Van welke muziek nemen we mee naar het nieuwe millennium? Ja. Heel mooie, zuivere gedachten. Ja. En na de hand kregen we
te horen en te lezen, ook via allerlei faxen die toen nog werden verstuurd. Ja. Dat het meer was dan we ons er zelf van hadden voorgesteld. En toen is die top 2000 een traditie geworden. En ja. Ik heb 16 keer mogen meedoen. 16 keer? 16 ja. keer ja, achter ja, elkaar. Echt flink, ja, echt lang. Het is een hele leeftijd. Maar in allerlei tijden gezeten ook. Later op de dag, vroeg op de ochtend. En ja. Het was geweldig om mee te maken. Eigenlijk is de top 2000 vind ik echt het allermooiste wat ik ooit heb meegemaakt op de radio. Dat heeft toch zo'n magie gehad voor mij. En het was ook per jaar, het vermeerderde zich. Je zag het nou, ik heb wel eens gezegd, we created a monster. Want je moet op een monster ook heel zuinig zijn dat het niet bij je wegloopt. Ja, ja, ja. Maar in al die jaren was het iets... Ja, iets ongelooflijks. En de kracht vermeerderde. En nou, je ziet wat het nu tegenwoordig nog is. Gelukkig ja, is het op 2000 nog steeds. Ik ben er heel trots op dat het nog steeds ook een levend beest is. Ja. En succesvoller dan ooit lijkt het ook wel. Soort van elk jaar komt er weer wat bij. En ja, het is mooi. Je had het niet kunnen bedenken, maar die laatste weken in het jaar is toch een periode dat mensen allemaal reflectief zijn. Dat ze naar hun eigen leven kijken. Van, goh, hoe is het jaar gelopen? Hoe verloopt mijn leven? Wat ben ik van plan? En tegelijkertijd deel je met heel veel mensen een hitparade, om het zo maar even ordinair te noemen, waar alle gevoelsmuziek in zit. En het fascinerende is ook dat het niet stopt. Hè? Het is 24 uur per dag. Het gaat door. De nacht en de dag. Dus als je 's ochtends opstaat, is de muziek weer beter geworden. En die wordt iedere dag weer beter tot 12 uur, wanneer de Bohemian Rhapsody klinkt, om het zo maar even af te sluiten. Ja. Anywhere the wind blows. Ook zo'n mooie laatste zin van die hele top 2000. En ja, wat je daartussen beleeft, zeg. Bedoel, ik vond het fascinerend. Ook dat het staan in de studio en die platen. De een komt vandaar, de ander komt vandaar. Geweldig om mee te maken. Bijzonder. En ik denk ook wel de beste keuze ooit voor station geweest natuurlijk. Want dat is bizar wat dat allemaal... Zeker uit een soort toeval van, nou, zullen we dit eens een keer proberen? Het nog steeds, het is een jongensboekenverhaal. Ja. En Kees Toering was toen de zendercoördinator toch van het station? Precies. Ja, Kees Toering had dat goed de touwtjes in handen voor die zender. Het was ook toen echt een indrukwekkende zender die iets deed wat geen andere zender met veel publieke omroepen deed. Ja. Dan heb je dat weer, dat verhaal, als heel veel omroepen erop zitten. Maar hij had wel heel goed in de gaten wat voor zender het moest zijn. Een full service zender was het toen vooral. Waarin actualiteiten licht gebracht, weet je wel, op een amusementair gebied. Samen met muziek. Dus het was een muziekzender die het ontzettend goed deed. Ja, en het was natuurlijk eigenlijk het bedienen net die doelgroep boven Radio 3. Ja. En je bent eigenlijk natuurlijk overgestapt toen van Radio 3 naar Radio 2. Hoe was dat dan? Nou, dat zijn voor mij altijd enorme gebeurtenissen. Dus toen ik van arbeidsvitamine van Radio 3 naar Radio 2 ging... Toen moest ik wel even slikken, want dat betekent dat je oud wordt. En mijn baas bij AVRO, Jan Steeman toen, die zei van... dit moet je doen, dit is het moment, dan kan je 80 worden. Je moet nu over. Ja. Oh, nee. En dan ga je daar, dan kom je in een totaal andere wereld binnen. Want het was wel een moeilijke zender ook om te zitten, hoor. Frits Pitt zat daar natuurlijk wel al. Ik heb op zijn schouders kunnen staan. Maar er was een redactie met journalisten... Die wilden allemaal ook een 101 hebben. Het was een enorme redactie. Je bent met nieuws bezig. Je moet de discjockey in jezelf bewaren. Dus ik vond het ook wel... Ik heb altijd best... Ik merk als ik erover praat. Dat ik altijd denk... Oh ja, dat is ook weer zo'n ding waar Schiffers heel erg mee aan het knoppelen is geweest. Maar dat was wel zo. Ja. Ik moest echt wel ontdekken om de journalist in mezelf te ontdekken. Want ik had geen school van journalistiek of iets dergelijks. Maar... Ik moest wel leren wat nieuws was en waarom dat dan de volgende dag niet meer nieuws is. Ja. En waarom het dan vandaag relevant is. En ondertussen ook te proberen om in die plaatjes te kruipen. Want dat is ook belangrijk. Dat je niet alleen maar zegt van dat was Rob de Nijs met vandaag begraaf ik jou in mij. En dan gaan we het nu hebben over de omroep CEO. Nee, het gaat echt over, je moet het laten samensmelten. Dat was wel een ding. Ja. Maar wel, voor mij ook wel weer heel mooi. Ik heb het 4,5 jaar gedaan. Toen ben ik naar Schiffers op de middag gegaan. Ja. Met mooie interviews met... Joe Cocker in de studio en George Michael aan de telefoon en Paul McCartney. En ook waanzinnig. Dat was een popjournalistiek programma wat ik toen gedaan heb. En van daaruit ben ik naar het weekend gegaan. En toen had ik al 20 jaar op Radio 2 ineens op de teller. Dus... Toen ging het weer snel. Ja. En toen uiteindelijk ging je natuurlijk naar Radio 5. Was dat dan weer zo'nzelfde? Voor mij wel. Ja. Ja. Heel andere zender. Toen moest ik ineens weer niet dan moest ik weer leren langzaam te praten. Een beetje gewoon ook... de tijd te nemen, de presentator weer te worden eigenlijk. Ja. Ja,
Ja. Nou, dat was in het begin wel heel erg bij Radio 5. Nu is dat volgens mij iets meer een soort van rechtgetrokken. Maar in het begin was dat veel meer nog volgens mij toch dan nu? Wat dat betreft. Dat klopt wel. Maar ik hoorde mezelf nu in die top 2000, die eerste top 2000. Ja. U zeggen tegen de luisteraars, dat is ook wel zoiets raars. Afstand. Oh ja, dat hebben we toch gedaan. Ja. Dat heb ik op Radio 5 dan niet meegemaakt. Maar dat was ook weer een U-zender voordat ik daar zat. Ja. Dus je ziet dat ik ben met mijn leeftijd... Als jij komt, ik word altijd voor de modernisering ingeroepen. Ondertussen staan de DJ's achter me te roepen, oh, die oude lul, die gaat naar 5 toe. Je frist de boel daarop. Ja, zoiets. Ja. Maar al die jaren, weet ik dat altijd zo benieuwd hebben. Al die jaren, vanaf 85, wel voor dezelfde omroep voor verschillende stations. Hoe blijf je dan toch ergens vernieuwend en jezelf bijvoorbeeld weer heruitvinden? Of misschien juist wel niet, maar... Nou ja, dat blijft het ook leuk. Ja, dat blijft voor mij leuk. Ja. Ja. Ik heb nog steeds ontzettend plezier. Vanochtend reed ik naar de studio. En toen dacht ik, ik begin met de 3 Degrees vanochtend. Dan kan ik echt verheugen om daar... Om daarmee de arbeidsvitamine te beginnen. Arbeidsvitamine is zo een wonderlijk programma. Het is een beetje... Het is een programma van de luisteraars, maar het is ook fuck the format. Er zitten zulke rare dingen in. Ik draai de gekste dingen. De raarste muziek kom ik tegen. Heerlijk. Ja. Daar hou ik van. Bij de top 2000 vond ik dat ook heel erg leuk. Om van Santana naar Lady Gaga geslingerd te worden. Weet je, dat is toch wel een beetje wat bij mij hoort, denk ik. Ja. En dat vond ik heel leuk. En hoe vernieuw je jezelf? Ja, sommige mensen zullen mij helemaal geen vernieuwer vinden. Want dat zo klink ik niet. Ik klink eigenlijk altijd als Hans Schiffers. En iedereen is vrij om te zeggen wat hij daarvan vindt. Ja, nee, dat maar je doet er nog, zeg maar na al die jaren nog kennelijk nog steeds toe. Want je zit op die landelijke radio, toch? Ja, ik dat heb, natuurlijk wel. Ja. Misschien ben ik. Mag ik best zeggen? Ja. Maar ik denk nooit zo over tijd na. Maar het is misschien ben ik wel heel dienstbaar aan het programma waar ik zit of zo. Dat is misschien geen goed woord, maar het klopt wel. Ik vind het altijd leuk om te kijken waar zit ik. Zit ik op de zondagochtend of zit ik in arbeidsvitamine? Ja. En radio maken is gewoon heel erg leuk. Dat blijft iedere dag blijft dat een feest. Denk ik. Ja. En het is het langslopende programma toch ook, arbeidsvitamine? Ter wereld, zelfs. Officieel is het volgens het Guinness Book of Records het langslopende landelijk uitgezonden muziekprogramma ter wereld. Dat is de officiële benaming. Het bestond 75 jaar. Ja. Dus, bizar, ja. Maar je hebt ook echt heel veel jaren, natuurlijk, ook al op Radio 3 en nu natuurlijk weer gepresenteerd. Maar het zijn wel twee verschillende programma's voor mij geweest, hoor. Want die jaren met Jaap de Groot, die we daar straks bespraken, met Guns N' Roses erin en met André Hazes en zo. Dat is anders dan nu we de Cats en de Bee Gees en Roy Orbison en die oude helden weer van toen allemaal bij elkaar hebben. Dus het zijn wel twee verschillende publieken, dus ik probeer het wel uit elkaar te houden. Maar het heet inderdaad daar best vitamine, ja. Ik ben daar... Een soort schatbewaarder van geworden, langzamerhand. Ja, dat is wel maar mooi. Maar hierna komt gewoon Gerard Ekdom weer, hoor. Diegene neemt het gewoon weer over straks. Heb je een appgroepje zo met alle mensen die het ooit gepresenteerd hebben? Of heb je wel eens contact met... Ik heb een kort lijntje met Gerard, want bij het 75 jaar bestaan heb ik ook nog nagedacht. Dat is ook het voordeel, als je lang ergens werkt. Oh ja, die Hans van der Tocht had geen zin om op mee te gaan naar Op 1. Die wilde toen wel aandacht besteden aan het programma. Ja. Want tenslotte toch een naam, hè? Arbeidsvitamine. Daar kun je best een leuk itempje mee maken. En toen dacht ik van, oh ja, wacht even. Altijd Hunker heeft het ook gedaan. Dat is ook leuk. Altijd is ook eigenwijze mens geweest altijd. En die heeft ook arbeidsvitamine gedaan. Met veel frisse tegenzin in die tijd. Die wilde vooral Arrested Development veel draaien. Nee. Dat mocht hij niet. Die krenten gingen heel adem overstraft met Tom Belanesje. Jan, hou eens een keer op met die muziek. Dat riep ze altijd. Maar dat was wel grappig. Ik denk, oh ja, die past ook wel weer in het hele idee. En dan Gerard Ekdom mee naar de studio. Gerard is natuurlijk gewoon gezegend met een hele mooie stem en een super stijl. En die ook verslaafd aan muziek. Dus bij hem past de arbeidsvitamine ook heel goed. Ja. Wim Richter heeft het ook gedaan. Ja. Maar bij Wim was het... Ja, Wim had toch wel een beetje de pest in af en toe. Dat het die geëikte plaat waren allemaal. Weet je, die kreeg pukkels van Bon Jovi. En zoals hij het zelf zei altijd. En die had dat die Mordewolf in het enge bos. Ja. Dus die maakte er een ander soort show van. En wat dat betreft ben ik wel meer van de lijn van Gerard Ekdom. Alle muziek is goed. En het is gewoon heerlijk om hier te zitten, weet je. Dat is een beetje het idee. Ja. Maar ja, Ekdom is een heel ander type. Dus ja, iedereen heeft arbeidsvitamine gepresenteerd in Hilversum. Dus je kunt er oud mee worden. Dat blijkt. Als je wilt, ja. Precies. Nou ja, dat sowieso, ja. Al die jaren arbeidsvitamine. Je had het net al over een plaat. Maar wat is nou de ja, jouw ultieme arbeidsvitamine. Ultieme plaat die je instart. Ja, je weet dat het onmogelijk is natuurlijk. Ja, tuurlijk, dat staat nergens op. Dus dan moet ik iets gaan bedenken en dan... Ja, of een genre of een paar of iets. Dat is een... Ja.
Nou, ik vind het heerlijk om af en toe een oude Steely Dan plaat te horen. Ja. Grace Jones vind ik een lekker gek wijf. En daar hou ik van. Ik hou wel van muziek die een beetje afwijkt. Dus ja. als ik zelf arbeidsvideo zou moeten samenstellen, denk ik niet dat het leuk zou zijn voor de luisteraar. Want dan heb ik toch, en dat is misschien mijn wens. Ik weet niet, hier op een van die kaartjes staat nog, wat wilt u verder nog bereiken? Dus maar, zoiets komt wel voorbij okay, nog. Ja, dan moet ik nog even mijn keutel intrekken hier, geloof ik. Ja, precies. Ja, nou leuk. Mooi. Ja, dat mooi toch? Ja, ik zit te kijken, maar ik denk dat we alles wel... Alles hebben gehad? Ja, nou, we hebben van de tijd natuurlijk. Ja, maar dat zeker. Waar ik me nog wel benieuwd naar ben, want Radio 5 doet het zo waanzinnig goed natuurlijk. Ja, dat heeft ook met van alles nog wat te maken, maar waar heeft dat volgens jou mee te maken? Het succes van de zender ook. Ja, ik hoorde Rob Stenders laat zeggen in een podcast dat Radio 5 iets doet wat andere omroepen niet doen. En dat is senior zijn. Ja. En dat hoor je niet veel. Dus ik denk dat het, ook omdat het publieke omroep is, een taak heeft om een publiek mee te nemen dat heel loyaal is aan radio luisteren. Ja. Maar tegelijkertijd ook gewoon op een goede manier wil worden toegesproken. Niet met fratsen of met... DJ's die zichzelf heel erg meebrengen, maar die gewoon in dienst zijn van dat van de muziek en de presentatie. En daar hoort dan een type presentator bij, dat op hele verschillende manieren bij die zender hoort. Of je nou Jan Rietman heet, of Felix Meurders, of Daniel Dekker, of ik, of Simone Walraven. Dat zijn allemaal. Ja. We hebben dan een soort sleutel met elkaar, denk ik. Dat is een soort stijl die past bij Radio 5. En een luisteraar voelt dat, en die luisteraar die heeft ons ontdekt. Tenminste, de luisteraars die we hebben dan natuurlijk, die hebben ons ontdekt op DAB. Ja. En dat maakt Radio 5 denk ik een sterk merk. Ja? Nou ja, het zijn 800.000-900.000 in de week. Super mooi. Ja, dat is luisteren vooral miljoen. Heel lang. Ja. Hè? Ja. Dus het is ook daar heb je je marktaandelen natuurlijk ook aan te danken. Ja. En ik denk ook omdat de luisteraar jullie 30 jaar geleden ook al heeft ontdekt. 40 jaar geleden en meegegroeid is. Dat met is ook weer waar. Ja, dat is waar. Het zijn allemaal mensen met een eigen historie die ze hebben meegenomen in hun leven. Ja, dat is ook wel waar. Het is ook een soort verbindingsfactor. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. De koelkast springt aan. Ja, de koelkast springt aan. Ja. Ik heb nog geen natte voeten. Moet ik zo maar even wat uit die koelkast halen misschien. Ja, dat is weer een ander verhaal. Moet het stekken er weer uit? De andere nee, het gaat goed. Ik heb nog geen natte voeten. Okay. Dus. Je mag weer een broadcard op vakantie. Een troefkaart. Oh, de troefkaart. Kijk eens aan. Kunnen we snel naar iets anders toe, de troefkaart. Nou, het zijn vijf korte vragen. Eigenlijk ook met korte antwoorden, hoor. Okay. Dus het is even iets anders dan we net hebben gedaan. Ja, we hebben net al een beetje benoemd. Dus ik kan hem misschien overslaan. De fijnste plaat om in te starten had ik. Maar misschien dat we het dan beter kunnen hebben. Want die heb je al een beetje beantwoord. Deze plaat kan niet meer horen. Oh, dat zijn er vele. Sunday Bloody Sunday van U2. Of The Look van Roxette. Allemaal drive-in show kapot gedraaide platen. Meatloaf kan ik nog wel hebben, want dan moet ik altijd erg om lachen. Paradise by the Desperate Light. Dat is gewoon een klucht. Dat komt wel, het komt nog steeds allemaal wel iets voorbij natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Nee, ik kan me goed ergens verzetten hoor. Dus ik ga altijd luisteren naar iets in die plaat wat ik dan wel weer leuk vind. Dus ik heb een groot incasseringsvermogen. Ja, en dan volume wat lager in de studio. Nee, ga ik wel inhangen. Mijn hobby naast de radio is... Oh. Naar de vogeltjes kijken buiten, op mijn ark buiten zitten en gewoon even de stilte toelaten, denk ik. Als totaal contrast tegenover de gekte in mijn hoofd. Ook was tekenen nog een vogel tekenen? Ja, tekenen. Ik ben een handschrift verloren. Ik ben dus die striptekenaar die is verdwenen toen ik de computer kreeg en niet meer... echt met mijn handen schrijven. Ja, precies. Allemaal digitaal. Je verliest je handschrift. Ja. De meest waardevolle les over radio maken is voor mij geweest. Nou, dat merk je wel. Het moet van ver komen dit. Wat is nou de meest waardevolle les? Ja, ik... Niks geleerd. Nee, dat is het. Wat is het nou geleerd? Niks. Beetje lullen. Ja. Nou ja. Van muziek houden. Maar dat deed ik al, dus dat slaat nergens op. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind heel raar, maar het wil mij niets te binnenvallen wat de waardevolste les is die ik heb eigenlijk. Dat maakt ook niet uit. Grootste onverwachte uitdaging voor mij tijdens een show was? Leren van mijn fouten te houden. En die daar amusement van te maken. Ja. Dus mezelf niet meer de ellende in te trappen als er iets misgaat. Wat ik niet gedacht had. Wel, volgens mij is dat wel herkenbaar, denk ik. Dus maak daar iets leuks van. Als je valt, val dan netjes. Weet je wel, dat is het meer. Ja. Ja. Nou ja, ook misschien meteen een goede tip voor radiomakers natuurlijk wat dat betreft. Ja. Ja. Dat was hem alweer, de troefkaart. De broadcast. Het voice-overwerk is dit. Ja. Ja. Ja.
Wil jij ook, zit daar een fragment bij of niet? Ja, ja zeker. Zeker. Ja. Dat moet ik even snel kijken. Luister even mee, voor ze overwerk. Ja. In een van de rijtjeshuizen in de straat woont een vrouw van 55. Samen met haar 79-jarige man en hun hond. Zoals iedere ochtend begint de bewoonster de dag met een ochtendwandeling. Maar woensdagochtend 18 april verloopt net even anders. Ze stapt op iets hards. Als ze beter kijkt, ziet ze een donkergroen ovaal voorwerp. Het lijkt wel een handgranaat. De vrouw denkt in eerste instantie dat iemand een grap met haar uithaalt en dat die niet echt is. Eerst even de hond uitlaten, dan ruimt ze hem wel op. Maar het blijft door haar hoofd spoken. Waarom zou iemand een handgranaat bij haar voor de deur leggen? Ja, ja, dit kan niet missen. Dat was de voice-over van Chateau Meiland. Ja, nee, daar nog eens een keer voice-over voor doen, zeg. Voor Meiland, ja. Nee, het was natuurlijk heel herkenbaar opsporing verzocht. Ja. Dat doe je ook al echt wel een tijd, volgens mij. Nou, dat ben ik mee gestopt, hè. Want dat vragen mensen wel vaker. Ben je er nog... zit je er niet meer in dan? Nee, dat ben ik niet meer. Want Radio 5 vroeg mij voor 3 uur arbeidsvitamine. Wat ik op dinsdagochtend deed, was de binnengehaalde beelden op mijn pc bekijken met een kop koffie en mij gruwelijk ergeren aan alles wat daar gebeurde. En die vuile, vieze schoft, die dan iets doen waar weerloze mensen weer het slachtoffer van worden. Ja. Die agressie, zeg maar, die het bij mij boven haalde, die laadde ik in. En die ging ik dan tussen 9 en 10 in de studio, hier even verderop, ging ik die even ontladen in met Annico van Santen geregisseerde aanwijzingen in die filmpjes. En dat werkte heel goed. Ik vond het heerlijk, ik vond het goed. Heel zinvol werk ook. Dus die voice-over van Opsporing Verzocht was een hele goede afleiding van de rest van het werk. Maar toen kwam ineens 3 uur arbeidsvitamine. En toen kon ik niet meer op dinsdag tussen 9 en 10 dat voice-over werk doen. En toen is er even een collega van mij dit overgenomen. Ja, of Annico doet het zelf volgens mij, of niet? Ja, ook. Ja, ja. Af nee, en toe. Ja, nee, maar er is ook een collega van Eén Vandaag die dat nu doet. Maar prima, ik heb dat graag gedaan. En ik was er ook wel voor geschikt, omdat ik die verontwaardiging of over alles wat er gebeurt ook. En wat zo'n programma, wat er aan de orde komt. Dan kon ik wel goed mijn stem aan leveren, denk ik. Dus, ja. Heel herkenbaar ook voor het programma, ja, toch? Ja, het programma ook. Ja, super mooi. Ja. Ja. Nee, echt leuk. Maar eigenlijk zonder zo'n praktische reden dat het dan stopt. Ja, ik vroeg nog wel, ik zeg, kunnen we dat niet blijven doen? Kan ik niet het eerste uurtje opnemen van arbeidsvitamine? Maar ja, als dan iemand omvalt in die popmuziek en je staat daar gewoon een beetje een bandje af te draaien. Ja, is ook dat niet kan goed. Ook niet. Nee. Dus dat werkte ook zo. En we hebben nogal gekeken of het op een andere manier kwam. Maar het is een programma dat natuurlijk heel actueel is. Dus de politie levert die teksten vaak ook, toen ik zat in te spreken, ook nog. Ja. Waar je bij zit, worden die teksten veranderd. Of er komt nog een zaak bij. Of kon je dat nog even lezen. Ik ging ook vaak na 12 uur nog even terug. Ja. Maar wel heel erg mooi werk inderdaad. Ik vind voice-over heb ik altijd een van de leukere aspecten ook gevonden, hoor, van werk bij televisie dan. Ik heb ook bij het Songfestival dingen gedaan. Of de nieuwe Moskowitz. Frans Bauer trouwens op reis. Dat vond ik ook heel leuk toen Avrotros. Toen we samenkwamen. Toen was ineens Frans Bauer op reis. Kwam op mijn pad. Dus ja, dat is altijd. En dan zorg je dan toch weer een andere tone of voice bij komt. Het is heel anders dan radio maken. Ja, heel anders. Ja. Maar wel mooi, hoor. Met beelden. Je bent ook in de beslotenheid van studio. Kun je ook proberen om daar de sfeer bij te zetten. Dus dat is op televisiegebied ligt daar wel veel geluk voor mij al, iedere keer. Ja. Maar dat is denk ik wel voortgekomen uit je radiowerk bij de AVRO. Van Hans, kan jij dit misschien eens een keer doen? En dan is dat leuk, bevalt dat? Je stem doet het, als het tenminste mee zit. Want het laatste was mijn stem even kwijt. Maar als je stem het doet, dan kun je mij overal neerzetten. Want ik zorg wel dat ik er een stem aan ontleen. Of dat ik het leuk ga vinden wat er komt. Mooi. Ja, dat is wel mooi. Welke stem is voor jou de stem? Of een van de beste stemmen van Nederland? Er zijn er veel. Jeroen Kijkendevecht heeft een hele mooie, soepele stem. Die zit echt werkelijk overal in. Maar hij past ook kennelijk altijd zijn tone of voice zo aan dat het niet stoort. Een stem moet vooral niet heel erg veel ruimte opeisen. Hoe heet die jongen, die bioloog ook alweer? Freek Vonk, die doet die natuurdocumentaires. Daar moest ik wel eventjes aan wennen. Die heeft wel heel erg een... Ja. Maar die komt ook net kijken in dat voice-over gebeuren. Dus die moet ook nog eventjes leren hoe die dingen neerzet. Maar die zijn prachtige stemmen. Ja, een vrouw met een mooi laag stemgeluid kan ook heel erg veel bijdragen aan een televisieprogramma. Er zijn heel veel stemmen. Ik probeer altijd te raden in de ster wat langskomt. Wie is het? Wie het is. Ja, mooi is dat altijd. Ja, mooi.
Doe jij nog bepaalde dingen om je stem in topvorm te houden? Want dat heb je wel nodig, denk ik. Ja, ik bubbel wel. Als ik mijn stem kwijt ben, zit ik de hele dag te laxfoxen. Kennen jullie die techniek? Of ja, niet? Dat is met een glas water, toch? Ja. Of zangers en zangeressen. Ja, met zo'n flesje. Ja, een flesje en een rietje erin. Ik heb nog wel een leuke. Ik heb ooit bij een logopedist heb ik in Hilversum geleerd om lesjes op te zeggen om je stem voor articulatieoefeningen geschikt te maken. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die lijstjes op kunnen dreunen. Maar ik heb ze uit mijn hoofd geleerd. En eentje is dan: op een pleintje in Bijlen zijn twee lijvige reizigers. Beiden kijven tot kort bij vijven over het beleid van zijne majesteit. In deze tijd, zo zei een van beiden in zijn nijd, is een ijzeren beleid vereist. Zijne majesteit schijnt in het paleis te verwijlen bij wijze van tijdverdrijf. Hij moest dat toch vermijden. Na dit bijtende, venijnige verwijt zei de ander ijzig: spijtig en pijnlijk is wat je zei. Wij, ijskoud zeg ik wij, en daar hoor jij ook bij, we zijn verplicht ons te vermijden in de vrijheid die hij, zijne majesteit, ons ijverig bereidt. Bij klopslag 5 wilde geen van beiden nog langer blijven. Zo. Ja. Nou, daar klopt mee. Ja. Nou, ik heb die en uit het hoofd. Er staat geen spiebrief. Die moet ik uit mijn hoofd leren, deze. Want die vond ik zo mooi gevonden. Nou, ik dacht dat ik ver kwam met het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Maar een stukje korter. Ja, probeer hem, luister hem terug en probeer hem ook te doen. Maar dit is waanzinnig knap. Ja, deze heb jij natuurlijk duizenden keren. Ja, natuurlijk. Ja, als ik hem onderweg zet, dat hij uit niet. Dit is zo'n mooi verhaal. En het schijnen, ik weet niet, in een klooster hebben een aantal onder dat geloof ik ooit bij elkaar geschreven of zo. Die moet ik onthouden. Deze. Heel bijzonder, heel bijzonder. Ja. Gaan we je binnenkort nog horen in een voice-over rol bij een tv-programma of een docu? Of... Ja, dat weet je binnen deze wereld nooit. Dus maar er loopt niks nu? Nee, ik heb nu geen voice-over. Wel aan podcast. Ik werk nu aan de laatste dagen van George Michael. Die komt in het najaar uit. Ik heb mijn stem geleend aan de laatste dagen van Marvin Gaye. Freddie de Mercury laatste dagen van Freddie Mercury. Ja. En daarvoor de laatste dagen van John Lennon. Dat is een goedlopende podcastreeks is dat. Ja. Heel erg eervol om te doen ook. Dan zit je wel echt in de zwarte dagen van een artiest. Maar goed, daar op die manier weef je wel mooi een rode draad door het verhaal heen. Ja. Nou ja, past ook mooi toch? Een podcast vanuit Radio 5, hè? Want dat wordt wel vanuit Radio 5 natuurlijk gebracht. Ja, Radio 5 podcast, ja. Toch wel mooi om het op die manier te doen. Zeker. Past goed. Ja. We gaan naar de laatste boldcard, denk ik. Gaat het mij verrassen of kan ik me gewoon omdraaien? Nee, dat is... Ambities, radiotalent en toekomst van Als ik het niet dacht, die staat toekomst. Ja, natuurlijk. Ambities. Toevallig ook de laatste. Ja. Kan je nog ambities hebben op je 63ste eigenlijk? Ja, dat is inderdaad eigenlijk de vraag die wij ook al willen stellen. Ja. Nou, de laatste tijd ben ik wel gewend geraakt aan het antwoord op zo'n vraag. Want dan roep ik altijd, wat mij betreft, staat de Hans Schiffers Show nog ergens in mijn vizier. Maar wat houdt dat in? Ja, dat betekent dus dat ik volledig carte blanche krijg. En het is ook heel veilig om dit uit te spreken, want niemand geeft mij ooit die gelegenheid. Omdat de Hans Schiffers Show gewoon waarschijnlijk alleen maar via een obscuur kanaal of een podcast dan gemaakt kunnen worden. Maar dan stel ik mij voor dat ik een zo groot mogelijk publiek probeer te behagen met nieuwe muziek. Die ik nog steeds heel interessant vind. Leuke oude, een Steely Dan plaat, iets totaal eigens op het gebied van muziek, wat helemaal vanuit mijzelf gemaakt mag worden. En dan trap ik hem wel af met mooie aankondigingen, of leg ik de bal in het doel en dan schiet die plaat, die scoort het doelpunt. En zo'n soort show zou ik graag willen maken. Alleen, jammer helaas, dit soort radio is gewoon niet meer voor een heel groot publiek bestemd. En dat vind ik wel jammer, want daarmee vind ik dat radio zichzelf tekort doet. Omdat het toch wel allemaal heel erg langs veilige wegen gaat. En profielen en marketing en aandacht en marktaandelen. En ja, dat past niet meer bij waar ik vroeger op de radio altijd voor viel. En dan heb ik altijd wel een paar voorbeelden. Ja, destijds ook Aad Bos, Sterke Koffie, Gekruid Geluid. Een man die echt hoorde met zijn eigen muzieksmaak. Nam tenminste aan dat hij het zelf samenstelde. En dat hij er ook lekker bij zat te kletsen. En ik hoor dat er wel in gedeeltes hoor. Simone Walraaf heeft ook een programma waarin ze regelmatig op Radio 5 dingen aankondigt. Ja. Lekker oude soul, gekke, onbekende dingen. En daar heeft ze ook meteen een goed verhaal bij. En dat is dus inderdaad waar het om gaat. Dat je dus als presentator helemaal teruggaat naar de muziek. Ik ken eigenlijk geen discjockeys die dat ook heel leuk zouden vinden. Omdat ze allemaal het contact met die muziek toch wel verloren lijken te zijn. Het echte... handzame samenstellen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat zou ik toch wat liefst... zo'n soort radio zou weer moeten komen. Ja. Maar waarschijnlijk is het ook weer zo... dat we als publiek... bij dit soort zenders gewoon verleerd zijn... om ons geduld te bewaren of zo. Zoals het mijn geduld ook niet meer... ik kan niet meer geduld opbrengen om een hele LP op te zetten. Nee. Zoals ik vroeger deed.
en door alle nummers heen te scrollen zonder dat ik ga zitten pitchen van nou dit ben ik saai en dan gaat de volgende weer op, weet je wel, snap je? Dus maar ja, dat speelde wel in mijn hoofd altijd. Dus dat zou dan mijn ambitie zijn. Zou wel mooi zijn, toch? Als daar, eigenlijk zou het wel bij Radio 5 moeten kunnen, als je het zo bedenkt, toch? Jawel. Publiek en ja, ook s'avonds, het station. Denk ik dan. Ja, precies. Ja. Maar goed, dan zou het altijd naast de arbeidsvitamine moeten doen. Ja, natuurlijk. Exact. Ja, zoiets. Ja. Of een uurtje lekker lullen met iemand, een heel uur lang. Vind ik ook leuk. Ja, een broodje met. Maar dan wat beter. Beter dan toen. Ja, precies. De 2.0 versie. Ja. Ja. Ja, en wat ik me ook afvraag. Ja, we hebben het er net ook wel even over gehad. Al zo lang inderdaad bij de Avrotros. Bij de publieke radio. Heeft er nooit een transfer op de loer gelegen? Bijvoorbeeld naar een ander station, andere omroep? Commercieel? Ja, niet veel. Maar ik denk dat men denkt van die gozer zit daar wel op zijn plek. Of die wil toch niet weg. Of we willen hem niet. Een van die drie. Maar ik ben wel eens in gesprek geweest. Alleen commercieel. Het is een goede vraag. Want het enige wat ik nooit heb gedaan is een commercieel avontuur aangegaan. Ja, precies. Ja. En ik ben wel benieuwd. En eigenlijk ben ik helemaal niet benieuwd wat er met mij in zo'n wereld zou gebeuren. Omdat ik denk dat zodra zodra je radio maakt met de portemonnee, dan is het voor mij toch minder interessant. Ik wil gewoon echt puur vanuit mijn persoonlijke beleving radio maken. En dat zou ik liefst zonder commerciële spelregels willen. Hoewel ik natuurlijk heel veel respect en waardering heb voor hoe commerciële radioregels werken. Want ik doe ook op mijn best om zo kort mogelijk aankondigingen te maken in arbeidsvitamine. En de muziek moet ook toegankelijk blijven. Je moet een goede plaat openen. Dus al die principes om commerciële radio te maken, snap ik. Maar uiteindelijk zou ik er denk ik niet zo gelukkig van zijn geweest als ik zo'n commerciële overstap gemaakt had. Denk ik. Luister je zelf veel sowieso nog naar de radio of naar die commerciële? Of, Zeker. Ja. Ik vind het wel altijd leuk om te horen. Ja. De radio's, welke vorm van radio ook, is altijd leuk om op te zetten. Ja. Net als podcasts, ook voor mij heel erg leuk zijn om te horen. Want ik luister hele gesprekken over 3-4 autoritten af. Ja, ik ze helemaal wil horen. Dat is makkelijk natuurlijk. Even op pauze, het kan allemaal natuurlijk. Of een babbelpodcast zijn, of van die lange verhalen, of die mooie doorwrochte verhalen, van alles. Ja. Ja. En als die radio aanstaat, of misschien via een podcast, maar waar denk je nou van, nou, dat talent zou misschien over 5 of 10 jaar wel inderdaad zo'n arbeidsvitamine presenteren, of een ander programma, of dat talent moeten we in de gaten houden? Oh. Ik ben niet zo goed in het scannen van talenten, maar ik heb wel het grootste vertrouwen in dat Gerard Ekdom naar arbeidsvitamine gekeerd of Annemieke Schollaert op den duur gevraagd zal worden als ik stop. Brief, alles, van Radio 2, alles schuift op. Ja. En ik hoop dat er veel mensen zijn die, als ze heel jong zijn, toch nog de lol blijven hebben om zichzelf uit te graven en iets heel moois te doen op de radio. Ik zou het fantastisch vinden als het vak niet uitdoofd. Nee, precies. Ja, dat is natuurlijk wel anders dan toen. Hè? Ze pakken nu snel natuurlijk de vlogcamera bij wijze van spreken. Ja, exact. Ja, alles is beeld natuurlijk ook. Beeld. Ja. Maar goed, dat hoort er ook bij. Ik vind het wel, het is een boeiende tijd hoor, want er gebeurt heel veel en je kunt ook nieuwe mogelijkheden ontdekken. Ja. En dat is dan niet meer aan mij om daar een oordeel over te hebben. Ja. Zit je over 10 jaar nog op de radio? Nee. Nee? Nee, ik weet niet. Ik zeg nooit niks, maar ik weet niet of mijn... Ik denk dat ik ook eens lekker uit ga slapen over 10 jaar of zo, denk ik. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Maar ik wil ook niet zeggen van ja, tuurlijk zit ik daar nog. Omdat ik dat niet weet. Ik denk wel dat er op een gegeven moment een einde zit aan mijn radiocarrière. Maar misschien dat ik het ook wel tot mijn 90ste, als mijn stem het goed blijft doen en mijn gezondheid geeft het mee. En ik blijf lol hebben om het, waarschijnlijk niet elke dag, maar wel... Ja, misschien af en toe. Ik eerlijk gezegd, het is voor mij één groot vraagteken. Ik heb geen idee. Ik wil het ook eigenlijk niet eens. Het duurt nog eventjes. Ja. Laten we hopen dat je in ieder geval nog lang op die radio zit natuurlijk wat dat betreft. Ik denk dat we wel aangekomen zijn bij een van de laatste vragen. Maar wat is voor jou het mooiste decennium eigenlijk geweest om op de radio te zitten? De jaren 80. Ja, begintijd. Ja, mooie tijd. Ja, echt wedergeboorte. Ik was 20, maar het begon allemaal voor mij toen. Ja. Late puberteit. Ja, warme herinneringen. Ja. Nou, mooi. Of zijn we nog iets vergeten over de ambities, het radiotalent of misschien de toekomst van de radio? Whoever knows may say, maar ik weet het niet. Nee. Nou, dan pakken we hem even iets breder. Wat hebben we gemist? Hans, wat hebben we gemist? Wil je nog iets delen misschien? Nou, ik hoop niet dat we te lang zijn. Dat denk ik altijd. Nee, dit is onze normale tijd. Ja, is de normale tijd. We pakken hem gewoon snel verder, wat dat betreft. Ja. Nou, bedankt voor de zorgvuldige voorbereiding. Oh, ja. We zaten, nee, maar dat maakt niet uit. Ik doe hem nog even opnieuw. De krantenkop.
Dat is ook nog een vraag. De krantenkop. Als je jouw loopbaan tot dusver in een krantenkop zou moeten verwoorden, wat zou dat zijn? Alle dagen radio met die gast. Kijk. En nu wegwezen. Mooi. Nou ja, dat zijn je eigen woorden. Leuk. Onze volgende gast is Mark Labrand. Leuk. Van 58. Heb jij een vraag voor Mark? Een publieke radiocarrière heeft er voor Mark Labrand nooit ingezeten, of wel? Hij is begonnen bij 3FM, bij het opleidingstraject. Oh ja, ja. Oh, dat wel. Maar inderdaad, daarna eigenlijk alleen maar commercieel. Snel naar de commerciële gegaan. Ja. Ja. Waarom toch, jongen? Moet je niet eens terug naar de publieke omroep? Nou, mooie vraag. We gaan hem meenemen. Ja. Zal ik even de koptelefoon afzetten? En de allerlaatste vraag stellen. Ja, de allerlaatste vraag is zoet of zout, Hans? Zout. Zout. Kijk, wat in de vorige seizoenen hadden we altijd een flesje wit of rood. Maar nu hebben we een mok met drop. En dat is dan zoet of zout. Dus, oh, goed zeg. Ja, heel goed. Gaan we erbij pakken. Kijk aan. Dankjewel. Hans, ja. Super bedankt. Ja, dankjewel. Het was leuk. Het was een lange exercitie voor mij. Ik moest me helemaal autobiografen. Het trip down memory lane. Hè? Ja, dat is zo. Ja, ja. Oh, leuk. Kijk, de mok van de broadcast. Geweldig. Niet goed, te koop, he? Nergens te koop. Exclusief een collectors item met de zouten erop voor je. Nou, iedereen die tot hier gekomen is moet luisteren. Respect en dankjewel. Dankjewel Hans voor je mooie verhalen. Je luisterde naar de Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Volgen doe je ons op de socials. En vergeet je niet te abonneren via de diverse streamingsdiensten. Graag tot de volgende Broadcast.